Goed, dames en heren, de vergadering is geopend. Verontschuldigingen zijn ingekomen de volgende leden. De heer Seysses, de heer De Roo en mevrouw Sleurs zijn afwezig wegens ambtsverplichtingen. Mevrouw Bonte, de heer Hermes Sanctorum van de Voorde, die pas vader geworden is, is afwezig wegens familieverplichtingen. Mevrouw Idrissi en mevrouw Saïs zijn afwezig om gezondheidsredenen. En mevrouw Moerenhout is afwezig omwille van moederschapsverlof. Wij gaan over tot actuele vragen. De eerste actuele vraag is van mevrouw Anne Bruceel tot mevrouw Hilde Krevits, vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Onderwijs, over de weigering van leerlingen uit Liberia in een school uit vrees voor ebola en de nood aan een communicatieplan ten aanzien van scholen. Mevrouw Bruceel. Goedemiddag, mevrouw de minister. Geachte collega's, ik las deze morgen twee brieven in de krant. Eén van een schoolteam uit Borgerhout en een antwoord daarop van viroloog Mark van Ranst. Het schoolteam was geconfronteerd met de inschrijving van drie kinderen uit Liberia, een land waar ebola hevig woedt en veel slachtoffers maakt. De school beslist daarom om de leerlingen terug te sturen naar huis en ze pas over 21 dagen in te schrijven, 21 dagen de incubatietijd van ebola. Viroloog Mark van Ranst geeft hen eigenlijk een objectief en redelijk antwoord dat de paniek wegneemt en dat een oplossing biedt. Maar de school zit uiteraard met een aantal vragen in zaken ebola zelf en hoe we ons als school dan moeten opstellen tegenover nieuwkomers uit landen die getroffen zijn door die ziekte. Wel, mevrouw de minister, ik denk dat dat heel menselijke vragen zijn. En ik begrijp dat de school eigenlijk en ook andere scholen wel nood hebben aan een communicatieplan, aan hulp voor het aanpakken van dergelijke vragen waarmee ook andere ouders kunnen zitten op een bepaald moment. Wat denkt u van dergelijk communicatieplan? Dank u. Dank u wel, mevrouw Krevits. Dank u wel, collega Bruceel. Een ander het ebola-virus zeer ernstig is, dat daar ook op dit ogenblik op alle, in alle heel veel landen en ook bij ons in ons land en ook in Vlaanderen actieplannen gemaakt worden over hoe gaan we daarmee om, omdat het natuurlijk een zeer besmettelijk virus is. Het is zo dat de federale overheid op dit ogenblik het globale plan coördineert en dat onze agentschap Zorg en Gezondheid daar heel nauw bij betrokken is. Vrijdag heeft collega Jo van Deurzen ook, plant hij ook een mededeling op de Vlaamse regering over de aanpak in het algemeen. Dus denk ik belangrijk dat dat gecoördineerd en ja, vanuit Zorg en Gezondheid gebeurt. Zorg en Gezondheid heeft ook een advies voor alle scholen waarin ze zeggen, ja, laat de kinderen naar school komen omdat er uiterlijke symptomen zijn als er een besmetting zou zijn, namelijk koorts, zoals bij heel veel van die erg besmettelijke ziektes. Wat alle scholen in Vlaanderen betreft, is het zo dat zij een samenwerking hebben met de CLB's, dat er ook een passage opgenomen is over hoe scholen om moeten gaan, wat het actieplan is als er mogelijke epidemieën zouden zijn of heel besmettelijke ziektes zijn, wat bijvoorbeeld in het verleden al gebeurd is rond hersenvliesontstekingen. Daar is een actieplan dan met wie is de schoolarts, hoe kunnen symptomen vastgesteld worden. Ook hier in deze is dat voor elke school van belang, dat men die passages volgt. Maar wat er specifiek gebeurd is en de reden waarom die leerkracht of dat team een brief geschreven heeft naar de media is wellicht omdat de communicatie niet zo goed verlopen is. Want ik heb nu net een brief ook gezien van de directeur die zegt die kinderen zijn niet geweigerd. De kinderen zijn naar het instituut voor tropische geneeskunde geweest, zijn onderzocht, zijn gezond bevonden, zijn ingeschreven, mogen naar school komen. En enkel als er symptomen van koorts zouden zijn, dan blijven ze beter thuis en dan moeten er extra stappen ondernomen worden. Dus het advies is eigenlijk dat alle kinderen naar school kunnen komen, dat uiteraard de actieplannen nu overal gecoördineerd worden, maar dat in deze school wellicht de communicatie naar de leerkrachten toe op punt gesteld moet worden. Dank u wel, mevrouw Bruceel. Dank u voor uw uitvoerig antwoord, mevrouw de minister. Ik ben gerustgesteld.
Ik denk dat er een overlapping is in de communicatie, de behoefte aan communicatie. En ondertussen wordt die communicatie op punt gesteld. Ik hoop wel dat ze bij alle leerkrachten tijdig geraakt en dat er geen twijfel meer is, zodat er geen maatregelen genomen worden, ook al zijn ze maar van heel korte duur, zoals in dit geval. Dat betrof enkel maar een paar dagen. Maar het is verwarrend en pijnlijk voor de personen in kwestie. Ik denk ook dat het zeer goed is dat er een coördinatie is tussen Volksgezondheid en tussen het Vlaamse Departement voor Gezondheid. Ik denk dat daar nog wat duidelijkheid naar de burger kan gebracht worden. En ik hoop dat de Vlaamse regering daar werk van maakt. Dank u. Wens iemand aan te sluiten? Dat is mevrouw Soels. Mevrouw van Eetvelde. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter en mevrouw de minister. Communicatie is één ding natuurlijk in dergelijke gevallen. Nu, die ebola is geen alleenstaand geval. De kans op besmetting stijgt wel in Europa. En ik denk wel dat we er toch moeten alert op zijn om concrete maatregelen te nemen. En ik vraag mij dan af, moet er geen meldingsplicht zijn... sowieso ook bij vermoeden van ebola, want het probleem stelt zich wel. Wat er eigenlijk concreet kan aan gedaan worden. Dus dat vraagt mij als bijkomende vraag. Mevrouw Soens. Ik denk dat er niet alleen een nood is aan een communicatieplan voor scholen, maar ook een voor onze gezondheidswerkers, ook opleiding daarbij. Het Tropisch Instituut vertelde mij dat daar voorlopig nog heel weinig rond gebeurd is. Oké, Wits. Ja, de twee aanvullende opmerkingen van de collega's zijn uiteraard terecht. Ik zei er net, het is eigenlijk de federale overheid die de centrale coördinatie doet om iedereen goed te informeren. Dus huisartsen worden geïnformeerd, heeft men mij nu vandaag bevestigd, eerstdaags. Ziekenhuizen zijn geïnformeerd, opleiding gezondheidswerkers, zeer belangrijk dat het gebeurt. En ik was misschien daarnet iets te stil in mijn antwoord, maar collega Jo van Deurzen brengt vrijdag samen met de minister-president een mededeling op de Vlaamse regering om ook het Vlaamse actieplan daarin te verduidelijken. Maar het is vooral van belang, denk ik, in zo'n situaties die ernstig zijn, maar die met heel veel zorg moeten bekeken worden, dat je daar niet tegen elkaar op gaat communiceren, maar dat alles gestroomlijnd verloopt. Vandaar dat ik ook in mijn antwoord de communicatie naar scholen, ik ga nu geen eigen communicatielijn laten opzetten vanuit het departement onderwijs, dat zou eigenlijk eerder de onrust aanwakkeren, dus het is van belang dat die lijnen open en zuiver houden en ik neem de opmerking van mevrouw van de beide collega's mee. Maar ik ga ervan uit dat federaal, zeker als het over de opleidingen gaat, dat er actief werk van gemaakt wordt en dat ons Vlaams plan daar ook nauw op aansluit. Wat de scholen betreft, collega's, denk ik dat in principe de procedures liggen vast. Maar het is natuurlijk iets wat we niet kennen. Ebola is, dat is nieuw, dus dat het goed is dat ook... dat scholen ook actief werk maken om de leraren zelf te informeren en dat daar misschien in die school waarvan sprake is wat fout gelopen is. Ja. Maar nog eens, de directie heeft echt bevestigd dat ze heel strikte regels gevolgd hebben. Kinderen naar het instituut, dat ze ook naar school mogen komen. En het advies is ook effectief van laten kinderen naar school komen, zeker als ze kerngezond bevonden worden. En er is geen enkele reden om ze 21 dagen te laten wachten. Maar als er symptomen zijn, dan moet er heel snel ingegrepen worden. Dank u wel. Slotopmerking, mevrouw Brusseel. Wel, ik denk dat ingrijpen wanneer er symptomen zijn, dat geldt voor elke burger in ons land. En ik begrijp uw vraag ook wel. Daarom denk ik dat we verheugd kunnen zijn dat er een federale regering komt en dat er een goede afstemming moet gebeuren tussen de minister voor Volksgezondheid met de Vlaamse regering om dat Vlaams actieplan te ondersteunen waar nodig. Dank u wel. Volgende actuele vraag zijn drie vraagstellers over hetzelfde onderwerp. De heer Joris van den Broeke tot mevrouw Lisbeth Homans, vice-minister-president van de Vlaamse regering. Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding over de hervorming van de renovatiepremie. Actuele vraag van de heer Jelle Engelbos tot mevrouw Homans over de hervorming van de renovatiepremie. En tenslotte mevrouw Valerie Daalderman. Wij werken zoals u weet zonder papier. Nee, maar ik zeg dat voor de minister ook. Geen papier. Maar heel onverbiddelijk. Geen papier. Dan. Onverbiddelijk. De spelregels zijn voor iedereen hetzelfde. Nee, maar het werkt veel beter als je geen papier gebruikt. Ja, ik weet meneer Domst, maar het reglement is het reglement. En mensen die hier teksten komen voorlezen, dat kan iedereen. Vanuit de eigen onderbuik spreken werkt altijd veel beter en is altijd veel interessanter voor degenen die in het halfrond aan bezig zijn.
Meneer Van den Broeke, alstublieft. Meneer de voorzitter, dank u wel. Mevrouw de minister, beste collega's, deze Vlaamse regering neemt zo ongeveer op dagelijkse basis beslissingen die de Vlaamse gezinnen op extra kosten jaagt. En ik moet zeggen dat u daar zeer vindingrijk in geworden bent. Nadat u een aantal facturen die u int bij de mensen al verhoogd heeft, bijvoorbeeld voor openbaar vervoer en het onderwijs, hebt u daar afgelopen vrijdag een nieuwe techniek aan toegevoegd. U hebt namelijk beslist dat het geld dat u aan de mensen moet, in de vorm van een renovatiepremie, dat u dat nog een paar jaar in uw eigen zakken zal laten zitten. U vraagt aan de mensen, wacht maar, wacht nog enkele jaren op het geld dat wij u eigenlijk vandaag moeten. En heel terecht is de bouwsector dan ook bijzonder ongerust over die aangekondigde hervorming van de renovatiepremie, mevrouw de minister. Omwille van de eenvoudige reden dat voor heel veel mensen, voor heel veel gezinnen, er de luxe niet is om 6 tot 8 jaar te wachten na het betalen van de eerste forse factuur voor renovatie, om zo lang te wachten op het geld waar zij recht op hebben. En die gezinnen gaan dan de beslissing nemen om geen renovaties meer te doen, wat natuurlijk een drama is voor onze bouwsector. Nog erger is het voor de gezinnen met een zeer bescheiden inkomen. Door de techniek van de belastingvermindering dreigen zij niet alleen jaren te moeten wachten op hun premie, zij riskeren ook dat hun premie lager zal zijn dan vandaag. En daarom heb ik een heel eenvoudige vraag voor u. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de renovatiepremie een belangrijke stimulans blijft voor de Vlaamse renovatiemarkt? En hoe gaat u ervoor zorgen dat geen enkel gezin dat vandaag recht heeft op die premie in de toekomst geen eurocent minder zal ontvangen? Dank u. Goedemiddag, mevrouw de minister. In 2007 werd de renovatiepremie in het leven geroepen om ons verouderd woonpatrimonium in Vlaanderen aan te pakken. Een zeer nuttige tool die zijn nut bewezen heeft, bewijzen het succes van de premie. Want in 2009 is er zelfs geld moeten bijgestoken worden omdat zoveel mensen de premie aanvroegen. Ik was dan ook heel verheugd van vorige week in de krant te lezen dat u deze premie ondanks de moeilijke economische tijden toch wenst aan te houden. Maar dat er natuurlijk, u gaat het fiscaliseren. En mijn vraag is eigenlijk heel concreet, hoe en over welke termijn ziet u eigenlijk dat omvormingsproces naar die fiscalisering? Ja. Mevrouw de minister, meneer de voorzitter, collega's. Vorige week heeft de Vlaamse regering inderdaad beslist om de renovatiepremie om te zetten naar een belastingsvermindering. Nu, aan de voorwaarden om in aanmerking te komen wordt niet geraakt. Ook aan de categorieën van werken wordt niet geraakt. Er wordt een overgangsperiode voorzien. Maar mevrouw de minister, ik wou u toch nog even attent maken op het feit dat Vlaanderen een zeer verouderd woonpatrimonium kent. Studies wijzen uit dat 58% van de woningen nood heeft aan renovatie, zowel in de sociale woningbouw als bij de particuliere woningbouw. Nu, Vlaanderen heeft tal van premies om mensen aan te zetten tot renovatie. Ik denk aan de Vlaamse aanpassings- en verbeteringspremie, de renovatiepremie natuurlijk, de dakisolatiepremie, sociale dakisolatiepremie. En mijn vraag is concreet in deze, in welke mate dat de minister eraan denkt om in een afstemming te voorzien van de diverse premies ten einde de particulieren te blijven aanzetten tot renovatie. Mevrouw Holmans. Hoe werkt dat hier? Ja, de microfoon staat aan. Ah, oké. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer Van den Broeke, ik moet wel toegeven vanmorgen toen dat ik de morgen las, dat ik zoiets had van, ja, iemand heeft het niet goed begrepen. Of iemand wil een beetje paniek zaaien. De titel van het krantenartikel was, de renovatiepremie wordt met 8 jaar achterstand betaald. Nu, u weet zeer goed, u weet dat wellicht nog beter dan ik, hoe dat het systeem vandaag de dag is, hè. Men kan voor maximum 10.000 euro in renovatiepremie krijgen. Het is ook niet zo, zoals u laat uitschijnen in het artikel, dat men elk jaar opnieuw een schijf kan aanvragen en uitbetaald krijgen. Men moet de facturen verzamelen en in ene keer indienen. Ja, maar u knikt nu van ja, maar dat was niet de teneur van het artikel natuurlijk. Hè. Dus men moet de facturen verzamelen, we kunnen die indienen en vanaf dat men in aanmerking komt, kan men maximum 10.000 euro terugkrijgen. Ik kan u zeggen dat we met deze Vlaamse regering hebben gekozen om op deze renovatiepremie, die we net zoals u belangrijk vinden, niet te besparen.
We hadden evengoed kunnen zeggen van we gaan het bedrag van maximum bedrag van 10.000 euro verminderen naar 5.000 euro of een ander bedrag. Daar hebben we heel bewust niet voor gekozen. Waar we natuurlijk wel in de budgetair krappe periode voor hebben gekozen, is voor een spreiding van de betaling in de tijd. Ik lees dan ook in het artikel in de Morgen dat u zich zorgen maakt en deel die bezorgdheid dat de allerzwaksten in de samenleving die ook beroep doen op die renovatiepremie, die die renovatiepremie ook nodig hebben, dat zij uit de boot gaan vallen. Maar één, het is niet zo dat je nu in schijven kan aanvragen. En twee, als wij via fiscalisering gaan, dat is de bedoeling, wil dat eigenlijk zeggen dat je een aanvraag indient, dat je dan na verloop van tijd je facturen moet indienen en dat je dan in plaats van in één keer je bedrag van 10.000 euro terugbetaald zal krijgen, dat dat zal gespreid worden over 3 jaar. Of dat dat nu via een belastingsvermindering gaat of een belastingskrediet, want dat wordt natuurlijk ook verzwegen. Iemand die belastingen betaalt, zal dat terugkrijgen via een belastingsvermindering. Iemand die geen belastingen betaalt, zal dat ook terugkrijgen via een belastingskrediet. Dus ik wil bij deze nadrukkelijk zeggen dat niemand uit de boot zal vallen, ook niet de meest sociaal zwakkere in deze samenleving, dat we eigenlijk heel weinig aan het systeem hebben veranderd, behalve de spreidingen in de tijd. En meneer Engelbos heeft mij gevraagd van wat zijn de overgangsmaatregelen. We hebben vorige week op de Vlaamse regering de principiële beslissing genomen om het besluit dat de modaliteiten van de dag van vandaag bepaald in te trekken. Dat wij nu wachten op adviezen, een maand hebben tijd om allerlei adviezen in te winnen en allerlei organisaties die zich daar moeten over uitspreken af te wachten. En alle aanvragen, alle dossiers die tot en met 31 oktober zullen ingediend worden, zullen afgehandeld worden volgens de modaliteiten die vandaag de dag aan gangbaar zijn. Alle nieuwe dossiers daarna zullen inderdaad gespreid worden over de tijd van 3 jaar, maar ik kan u bij deze garanderen dat er niemand minder, iemand die er aanspraak op maakt natuurlijk, of dat het niemand is die kapitaalkrachtig is of iemand die sociaal zwakker is, niemand zal minder terugkrijgen dan de 10.000 euro zoals vandaag de dag bepaald is. En dan mevrouw Taldeman, uw specifieke vraag of dat het niet mogelijk is om bepaalde systemen van premies te herbekijken en kijken of dat er integratie mogelijk is. Ik wil dat allemaal wel bekijken. Ik denk dat er ook nog wel efficiëntiewinsten te boeken zijn en dan bedoel ik dat alles behalve financieel voor alle duidelijkheid. Maar u weet ook, de VAP bijvoorbeeld is er net opgericht om die mensen die het net iets moeilijker hebben in onze samenleving ook een premie te laten worden. En ik ben niet van oordeel, maar ik neem aan dat u dat ook niet bent, dat die mensen dan uit de boot moeten vallen. Dus kort samengevat, meneer de voorzitter, het 10%, de 10.000 euro dat men nu kan krijgen, zal gehandhaafd blijven. Die belofte komen we na. We hebben niet gekozen om op dat bedrag, op die premie te besparen. Het enige dat we zullen doen is de betaling, uitbetaling van de premie spreiden in de tijd. En niemand zal uit de boot vallen, ook niet de allerzwakste. En meneer Van den Broeke, ik rond af. Ik vind het zeer jammer dat op basis van zeer misleidende informatie zo'n artikels verschijnen in de media, waardoor er eigenlijk nog meer paniek wordt veroorzaakt bij de bevolking dan absoluut nodig is. Meneer Van den Broeke. Mevrouw de minister, het verbaast mij toch dat u zegt dat u beslist heeft om niet te besparen op de renovatiepremie. U hebt deze beslissing genomen omdat het u een besparing oplevert van 70 miljoen euro. U vraagt om het geld waar de mensen recht op hebben om het te lenen om het nog 3 jaar in uw zakken te laten zitten zonder diegenen te vragen of ze het nodig hebben of niet. Dat is een besparing van 70 miljoen euro. Ten tweede wil ik toch zeggen dat hetgeen in het artikel staat is gebaseerd op de uitleg op de website van uw eigen agentschap. Daar staat het woord belastingkrediet niet, daar staat enkel alleen het woord belastingvermindering. Maar ik vind het wel belangrijk dat u inderdaad antwoord geeft op mijn vraag en dat u toezegt dat u een belastingskrediet zult toestaan voor de mensen met een zeer bescheiden inkomen. Meneer Engelbos. Ja, dank u wel voor uw antwoord, mevrouw de minister. Ik begrijp dat u wilt blijven inzetten op de renovatie van onze woningen in Vlaanderen. Ik begrijp dat de personen die gisteren in aanmerking kwamen voor de renovatiepremie ook morgen in aanmerking komen voor de renovatiepremie. Ik begrijp dat de werken waar men gisteren voor in aanmerking kwam, dat men daar ook morgen nog voor in aanmerking komt. En ik begrijp dat het bedrag van de premie ook morgen nog dezelfde is. Dus ik zie eigenlijk niet in... Jawel, allez, je zult het morgen niet krijgen, maar het is een... Nee, Engelbos. Meneer Engelbos, meneer Combe, de eerste keer meneer Engelbos aan de spreekstoel staat, moet u hem niet zo afleiden. Ja, geen probleem.
Ik stel maar vast dat het systeem in voegen blijft. En daar ben ik zeer tevreden over. Waar ik wel nog voor wil oproepen, is dat wij ook niet uit het oog mogen verliezen dat we voor de private huurmarkt moeten inzetten. Want de renovatiepremie is enkel voor eigenaars die in een woning wonen of voor mensen die een woning verhuren via het sociaal verhuurkantoor. Dus de private huurmarkt is ook zeer krap vandaag. En wij gaan moeten zorgen dat die markt vergroot wordt. Dus ook daar zijn tools nodig om die markt te vergroten. Dank u wel. Mevrouw Taleman. Ja, mevrouw de minister, ik wil u ook danken voor uw antwoord. Nu het toeval wil dat wij deze morgen in de commissie Energie een zeer interessante gedachtenwisseling hadden met de leden van de SERF, met een aantal aanbevelingen op vlak van energiebeleid en op vlak van woonbeleid. En toch wel twee speerpunten zijn me toch wel bijgebleven deze morgen, namelijk ten eerste nogmaals de nadruk op ons verouderd woonpatrimonium in Vlaanderen en dus de nood aan renovatie. En dan ten tweede de premies die er op dit moment bestaan, dat tal van premies vandaag nauwelijks de kwetsbare doelgroepen bereiken. Vandaar mijn oproep, zowel aan de Vlaamse regering als aan het voltallige parlement, om toch, als we herdenken over premies en zo verder, om toch alles op elkaar af te stemmen wat wonen betreft, wat energie betreft en wat armoede betreft. Dank u wel. Wens iemand aan te sluiten? Mevrouw Van Volsen. Dank u wel. Het is zo dat er in Vlaanderen effectief nog altijd te weinig gerenoveerd wordt. En het is een goede zaak dat de renovatiepremie behouden blijft. Nu, het is zo, mevrouw de minister, dat u zegt inderdaad, de 10.000 euro, daar wordt niet aan geraakt. Maar ik zou toch wel één bezorgdheid ook willen aan u meegeven, die u misschien ook kan oplossen. Vandaag zegt u inderdaad, er is een belastingsvermindering of krediet voor de komende jaren. Maar het kan ook bijvoorbeeld zo zijn, niet iedereen heeft meteen 10.000 euro. Dus ik zou het eigenlijk ook een goede zaak vinden als u dat bijvoorbeeld ook in 3 schijven zou kunnen indienen. Dat zou ook toelaten op mensen met minder inkomen toe te laten om te zeggen, kijk, we gaan bijvoorbeeld 3 keer 3.500 euro aan facturen indienen. Ik denk dat dat ook positief zou zijn. Nu zegt u, men moet alle facturen opsparen tot 10.000 euro, waardoor dat je eigenlijk een kwetsbare groep soms uitsluit. Het is geen kritiek, maar misschien een positieve aanbeveling dat eigenlijk uw budgetair niet zal kosten. Het is een wederzijdse spreiding. Meneer Joska. Meneer de voorzitter, mevrouw de minister, het is natuurlijk door, en ik ga niet de vragen herhalen, maar door de fiscalisering ga je natuurlijk spreiden in de tijd en het zat ook in de besparingstabel. Het is ook een vorm van besparing die je doet. Maar ik zou eigenlijk het positieve, of een positief voorstel willen doen. We hebben gisteren in de commissie Financiën besproken en ik heb daar de vraag gesteld aan mevrouw Turtelboom, wat zou een indexsprong betekenen voor de loonmassa op Vlaams niveau? En mevrouw Turtelboom heeft daar eigenlijk meegegeven dat een indexsprong die ondertussen beslist is, dat dat eigenlijk voor een meevaller zou zijn voor de Vlaamse begroting van tussen de 170 en de 200 miljoen euro. Dat is de vork waarin we spelen. Mijn oproep zou zijn, blijf niet doof voor de opmerkingen ook vanuit de meerderheid, dat toch zeker die kwetsbare groepen die niet echt onmiddellijk 10.000 euro hebben klaarliggen om een aantal nodige, vaak ook duurzame energie-ingrepen te doen in een woning. Misschien kan u met eigenlijk de meevaller die in de begroting gaat komen toch een aantal beslissingen herzien en eigenlijk op die manier echte sociale correcties gaan doorvoeren die nodig zijn. Mevrouw Hoomans. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Nu, ik wil toch nog wel eens duiden. Sommigen kunnen dit hier interpreteren als een soort van besparing, maar een echte besparing zou zijn dat je de renovatiepremie die dat je nu recht op hebt, maximum 10.000 euro, dat je zou aftoppen op 5.000 euro of een ander lager bedrag. Dat doen we bewust niet. We hebben er, en meneer Joska heeft gelijk, ik ga dat ook niet verhelen, we hebben er wel voor gekozen in deze budgetair krabbe periode om de betaling te spreiden in de tijd. Dus meneer Van den Broeke, als u zegt van eigenlijk is dit wel een besparing, ik zie ze niet. Ik zie ze niet. Ik zie ze niet. We geven nog altijd hetzelfde maximum bedrag van 10.000 euro. De voorwaarden blijven hetzelfde. En ik moet nu wel zeggen, meneer Krombeen, nu richt ik mij eventjes tot u. U hebt geapplaudisseerd op de opmerking van mevrouw Van Volsen. Die zei van, ja, zou het niet mogelijk zijn dat minder kapitaalkrachtige mensen de facturen indienen gespreid over tijd, over de tijd? Is dat nu? Is dat nu? En u hebt de afgelopen tijd de minister van Wonen gehad. Is dit nu? Nee.
Dus ik behoud het huidige systeem. Ik behoud het huidige systeem. Ik behoud het huidige systeem, maximumbedrag, 10.000 euro. Het enige dat verandert, is dat je dat niet in één keer zal terugkrijgen, maar dat zal gespreid worden over de tijd. En ik wil u echt de garantie geven, meneer Van den Broeke, dat er effectief ook rekening zal gehouden worden met niet alleen een belastingsvermindering, maar ook een belastingskrediet, zodanig dat de mensen die geen belastingen betalen, daar ook nog altijd gebruik van kunnen maken. En dan misschien tot slot, meneer Joska en ook mevrouw Taaldeman, u hebt morgen, als ik me niet vergis, in de commissie Wonen, ook een zeer uitgebreide vraag ingediend over de energieprestatie of toestand van de energie in de sociale woning. Ik denk dat we daar een zeer uitgebreid debat kunnen over voeren, want ik ben het met u eens. Ik vind het zeer contradictorisch dat mensen die nu in een sociale woning wonen, wijkt een beetje af van dit debat, meneer de voorzitter, maar het is wel aangehaald, dat mensen die nu in een sociale woning wonen, dikwijls veel meer betalen voor hun huurlasten, voor hun energiefactuur, excuseer, dan de eigenlijke huur. En ik vind dat niet kunnen. Vandaar dat er ook in het regeerakkoord zeer expliciet staat opgenomen dat we vooral primair willen investeren in het energiezuinig maken van ons bestaand sociaal patrimonium. En dat dat zeer belangrijk is, omdat de mensen dan eindelijk minder energiefactuur gaan betalen. En dan vandaag de dag is. Ah, ja. Dank u wel. Dan geven we nu de slotopmerking. Meneer Van den Broeke. Mevrouw de minister, nogmaals, u zegt, ik zie de besparing niet. Ik stel voor dat u de vraag stelt aan een gezin dat in november 2011 de eerste factuur heeft betaald en er vandaag op rekent om volgend jaar 10.000 euro op de rekening gestort te krijgen en de boodschap heeft gehad afgelopen vrijdag dat bedrag pas in 2019 zal gestort worden. Meneer Engelbos. Meneer Engelbos. Engelbos, meneer Engelbos. Meneer Engelbos. Jawel. Ik begrijp de oppositie eerlijk gezegd niet. We hebben een premie. De premie blijft in moeilijk budgettaire tijden blijft de premie behouden. Er wordt inderdaad enkel het wordt gefiscaliseerd om het betaalbaar te houden, om het mogelijk te maken. De SPA, meneer Van den Broeke, u moet mij eens uitleggen hoe dat u die premie in stand zou houden. Ofwel gaat u de premie halveren of zwaar verminderen. Ofwel gaat u de schuld doorschuiven naar de volgende generaties. Nu, ik moet u zeggen, onze kinderen moeten niet betalen voor uw verwarmingsketel. Mevrouw Taaldeman. Ja, collega's. Ik ben ervan overtuigd dat er vier elementen nodig zijn om onze particulieren te blijven stimuleren om te gaan renoveren. 1. Een duidelijke en een heldere communicatie. Ten tweede, een aantrekkelijk pakket aan steunmaatregelen. Ten derde, een stabiel overheidsbeleid en dan tenslotte een zeer goede planning. En mevrouw de minister, onze fractie is alvast bereid om mee te werken aan deze geïntegreerde visie om ons oud woonpatrimonium op te krikken. Dank u wel. Met een felicitatie aan meneer Engelbos, want het was zijn eerste optredende plenaire vergadering. Meneer Joris Van den Broeke is een oud gediende van dit parlement. Het is niet de eerste keer dat hij achter het sprekersstoel stond, dus... De volgende actuele vraag zijn drie vraagstellers over hetzelfde onderwerp. De heer Ward kennis tot mevrouw Holmans. Over de resultaten van de diversiteitsscan 2013 bij de Vlaamse overheid. Over de resultaten van de eerste diversiteitskan bij de Vlaamse overheid bij meneer De Meulemeester en meneer de heer Imadi Anouri. Over de resultaten van de eerste diversiteitsscan bij de Vlaamse overheid. Meneer Kennis. Dank u, voorzitter, minister, collega's. In de pers is sprake van de eerste scan. Ik dacht dat er eigenlijk vorig jaar ook alleen gepubliceerd was in september. Dus dat het zeker niet om de eerste gaat, maar wellicht om de tweede. Belangrijk is dat er nu scans gebeuren sinds enige tijd op niveau van de verschillende entiteiten. Tot dan toe hadden we vooral voor de hele Vlaamse overheid cijfers rond mensen met een migratieachtergrond, de vrouwen in de top- en het middenkader en ook de mensen met een arbeidshandicap. Nu kunnen we dat meer in kaart brengen per entiteit, want de situatie is ook anders in de verschillende entiteiten. De leeftijdspyramide is anders, mensen met de achtergrond, de opleiding die te werk gesteld worden, is anders. Dus je kan ze niet over één kam scheren. We hebben nu meer precieze informatie,
maar die leidt ertoe dat er toch een aantal vaststellingen zijn die niet altijd rooskleurig zijn. 20% van de agentschappen zit goed tot zeer goed, 40% doet het matig en 40% doet het niet goed. Dus daar is werk aan de winkel, hoewel we al een aantal jaren weten dat daar stappen moeten gezet worden. Er is ook vooruitgang geboekt de voorbije legislatuur. En ook met de nieuwe streefcijfers, die voor twee categorieën ambitieuzer zijn dan voorheen, is er zeker nog heel wat werk aan de winkel. Nu, de vraag is, hoe gaan we dat aanpakken om die streefcijfers te halen? En dat had ik graag van de minister vernomen. Welke pistes ziet zij daar mogelijk? Wil zij meer de VDAB inschakelen om gericht in bepaalde categorieën mensen te gaan recruteren? Wil zij de goede ervaringen van het ene agentschap meer kunnen uitwisselen met het andere agentschap? Blijkt ook dat binnen één agentschap ze soms voor één categorie goed scoren en voor een andere dan weer niet goed? Gaat men daar intern proberen van te leren? Welke zijn de stappen die gaan gezet worden om een tandje bij te steken om ook die 40% die nu matig scoren en die 40% die het niet goed doen, om die ook op te trekken, zodat de hele Vlaamse administratie meer performant wordt in zaken gelijke kansenbeleid. Dank u wel. Meneer de Meulemeester. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, collega's. Inderdaad, gisteren moesten wij het onrustwekkend bericht ontvangen via de media dat geen enkele afdeling van de Vlaamse overheid goed scoort in zaken gelijke kansenbeleid. Inderdaad, het is zo dus dat de dienst diversiteitsbeleid een diversiteitsscan heeft laten opmaken, voor de eerste keer blijkbaar, om te kijken hoe dat het zit met het gelijke kansenbeleid. Hier hebben we het dan eigenlijk in het bijzonder over dus de allochtonen en in de tweede plaats de mensen met een beperking. Nu, die cijfers zijn niet bijzonder hoopgevend, moet ik zeggen. Dus ik wil ze hier toch even vermelden. Dus geen enkele afdeling scoort zeer goed. Dan hebben we 13 afdelingen die goed scoren, maar er zijn er dan 28 die matig scoren. Er zijn er 25 die slecht scoren en er zijn er zelfs 2 die zeer slecht scoren. Dus toch geen al te goede cijfers, ondanks het feit dat in iedere afdeling van de Vlaamse overheid een diversiteitsambtenaar aanwezig is. Maar blijkbaar zijn er daar tot nu toe weinig acties ondernomen. Hoe komt het? Blijkbaar is er weinig inspiratie, is er weinig motivatie om eigenlijk die leidinggevende ambtenaren, die toch wel ambtenaren-generaal zijn, afdelingshoofden zijn, om daar toch wel de trekker te zijn, om het voorbeeld te geven, om uiteindelijk te komen tot, en dat is toch vooropgesteld ook door de vorige regeringen, ook door deze huidige regering, waarin het regeerakkoord toch wel een belangrijke passage staat, wel voor wat betreft het gelijke kansenbeleid, 1 op 10. Zou moeten een allochtoon zijn die te werk gesteld is bij de Vlaamse overheid. En 3 op 10 zouden moeten mensen zijn met een beperking dus die ook te werk gesteld zijn bij de Vlaamse overheid. En ik moet zeggen dus dat we daar bij lange niet aan toekomen. En mijn vraag is dan ook concreet, welke maatregelen gaat u op korte termijn nemen om die cijfers om te buigen? Dank u wel. Meneer Annoy. Collega's, mevrouw de minister, laat me beginnen met 2 feiten. Een eerste feit is dat Vlaanderen vandaag de dag superdivers is. De stad die u en ik delen, en tevens de mooiste stad in Vlaanderen, Antwerpen, heeft 40% van de inwoners die roots hebben in alle uithoeken van de wereld. Brussel is dat 50% en in alle andere Vlaamse steden zien we dezelfde tendens. Een tweede feit, Vlaanderen scoort heel slecht qua tewerkstelling van etnisch-culturele minderheden. En dat geldt niet enkel voor de tewerkstelling bij de niet-EU-burgers, maar evengoed voor de mensen die hier geboren en getogen zijn, maar toevallig ouders hebben die geboren zijn in een ander land. Deze Vlaamse regering heeft als ambitie om 10% van de mensen te werk te stellen die roots hebben in etnisch-culturele minderheden of die een functiebeperking hebben. Dat is een ambitie die wij met de groene fractie toejuichen. Dat is een goede zaak. Minister-president Bourgeois is er zelfs 2 keer in geslaagd om mij iets of wat enthousiast te krijgen. Enerzijds toen hij die 10% nog eens heeft herhaald, en een andere keer toen hij duidelijk aangaf dat discriminatie niet tolereerbaar is in Vlaanderen. Maar de cijfers zijn niet goed bij de Vlaamse overheidsdiensten. De collega's hebben ze het net aangehaald, maar laten we wel eerlijk zijn, het is niet zo dat geen enkele overheidsdienst zeer goed heeft gescoord, 2 hebben zeer goed gescoord, 13 goed, 55 van de 70 overheidsdiensten scoren matig, slecht tot zeer slecht als het gaat over de toepassing van het gelijke kansenbeleid. Mijn vraag is ook heel duidelijk aan u, mevrouw de minister. Wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen
dat binnen alle overheidsdiensten van deze Vlaamse overheid het diversiteitsbeleid een prioritair beleid wordt. Dank u wel. Mevrouw Holmans. Dank u wel, meneer de voorzitter. En ook dank u. Ook dank u aan de vraagstellers nu. Ik denk dat het voor iedereen ook wel duidelijk is dat het een rapport is van 2013 van de diversiteitsambtenaar. Dat we ook allemaal weten dat in november het jaaractieplan van 2015 in de commissie zal voorgesteld worden. Niet alle resultaten zijn zo slecht. Waar ik niet mee wil minimaliseren dat ze allemaal goed zijn. Maar bijvoorbeeld vrouwen in middenkaders, daar scoren we redelijk goed. Personen met een migratieachtergrond noemen we het niet zo goed, maar ook niet zo heel slecht. Waar we wel absoluut ondermaat scoren, is mensen met een beperking. Ik deel die opmerking. Ik heb hier heel weinig gehoord over vrouwen in middenkaders, maar daar hebben we toch echt wel de afgelopen 6 jaar, want ik denk dat het plan is uitgewerkt en de streefcijfers zijn opgesteld in 2008. Dus de afgelopen 6 jaar toch echt wel veel moeite kunnen doen en veel tandjes kunnen bijsteken. Nu, ik denk dat we een globaal plan moeten uitwerken. Ik denk dat het belangrijk is om samen met de diversiteitsambtenaar in de commissie in november te debatteren over haar actieplan voor 2015. Maar ik denk dat we ook wel een aantal instrumenten die eigenlijk nu ter beschikking zijn, niet voldoende gebruiken. Ik weet niet meer exact wie dat het heeft aangehaald, maar we hebben blijkbaar binnen de VDAB een aantal consulenten die daar absoluut in gespecialiseerd zijn, hoe dat je mensen met, of dat het nu vrouwen zijn, of mensen met een migratieachtergrond, of mensen met een beperking, een arbeidsbeperking, hoe dat je die beter kan inschakelen, ook in de Vlaamse overheidsdienst. En we maken daar veel te weinig gebruik van, dus ik heb overlegd, ik heb eventjes gebeld naar mijn zeer dierbare collega Philippe Muiters, en wij hebben echt wel het plan om dat veel beter te laten functioneren. Ik denk dat daar nog echt wel veel efficiëntiewinsten te boeken zijn. Maar ik daag u allemaal uit ik nodig u allemaal uit om naar de commissie te komen, om dat debat daar samen in aanwezigheid van de diversiteitsambtenaar in alle openheid te voeren. En meneer de voorzitter, ik weet dat ik niet mag aflezen, maar ik wil toch wel een heel belangrijke passage in het regeerakkoord van deze nieuwe regering aanhalen, waar we toch nog wel de streefcijfers net iets ambitieuzer maken dan dat ze vandaag de dag al waren. Bijvoorbeeld voor vrouwen in midden- en topkaders gaan we van een streefcijfer van 33% naar 40%. Dat staat heel uitdrukkelijk vermeld in het regeerakkoord. Voor personen met een migratieachtergrond hebben we nu 4%, gaan we naar 10%. Einde deze legislatuur is onze doelstelling, is zeer ambitieus, ik weet het, maar ik wil daar met alle collega's de handen in elkaar slaan om die doelstelling absoluut waar te kunnen maken. En voor mensen met een beperking blijven we op die 3%, omdat we ook hebben gemerkt dat dat een zeer moeilijke doelgroep is. Maar ik zal al heel blij zijn, ik zal heel content zijn en ik hoop samen met iedereen hier aanwezig dat we die 3% ook voor mensen met een beperking einde deze legislatuur zullen kunnen halen. Want ik vind het absoluut belangrijk, en sommige vraagstellers hebben ook aangehaald, dat ons overheidsapparaat, ons ambtenarenkorps een afspiegeling is van de maatschappij waarin we leven. En ik denk dat we die bezorgdheid delen. Meneer Kennis. Dank u, voorzitter. Minister, ik denk dat u terecht verwijst naar het Vlaams regeerakkoord, maar juist omdat het ambitieuzer is, zijn we des te meer bezorgd, omdat een aantal entiteiten dus op dit moment niet goed scoren of matig scoren. En zeker als we dan ambitieuzer gaan zijn, wordt de kloof nog wat groter en moet er zeker een tandje worden bijgestoken. Dat u de piste van de VDAB-consulenten volgt, is goed. Andere suggesties die gedaan worden zijn om dat ook mee te nemen in de evaluatie of onderling tussen entiteiten zaken informatie te gaan uitwisselen. Ik denk dat er goede praktijken ook binnen de Vlaamse overheid bestaan en dat die dan zeker ook best kunnen worden gedeeld. Dus ik denk dat daar ook zeker moet worden op ingezet. De uitdaging om in de commissie dat verder op te volgen gaan we uiteraard doen, want we zijn daar altijd, de collega's, ook trouwe bezoekers en we hebben die materie daar al veel jaren van nabij opgevolgd, dus dat zal zeker niet het probleem zijn. Maar ik denk dat juist omdat de ambitie hoger ligt, dat er extra moet worden op ingezet. Meneer de Meulemeester. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Nu, toch wel heel opmerkelijk is toch wel dat dus die leidinggevenden bij de Vlaamse overheid niet weten hoe die zaken aan te pakken. Ik vind, we hebben dat in de pers gelezen. Klopt dat niet, maar het is toch wel heel opmerkelijk. Worden zij niet goed aangestuurd? Dat zijn toch allemaal vragen die we ons kunnen stellen.
Maar ik zou u twee suggesties willen overmaken, mevrouw de minister. In de eerste plaats denk ik dat er nog meer werk kan gemaakt worden van goede en betere taalstages voor inburgeraars. Ik denk dat dat enorm belangrijk is. De taal is toch wel zeer cruciaal. In de tweede plaats, en u hebt het zelf gezegd, 65% van de afdelingen van de Vlaamse overheid maakt geen gebruik van de VDAB-consulenten, terwijl dat ze wel dat konden en nog altijd kunnen. Dus dat is toch wel spijtig eigenlijk dat ze daar niet op ingaan. En in de derde plaats zou ik u nog een suggestie willen meegeven. Ik denk, uit studies blijkt dus dat 15% van de uitzendsector eigenlijk allochtonen zijn. Dus zij zorgen voor 15% voor allochtonen in de uitzendsector, toch wel heel belangrijk. Wij bezitten dus nu alle instrumenten. Wij bezitten alle instrumenten in Vlaanderen nu door de staatshervorming, zodanig, mevrouw de minister, dat ik u zou willen vragen om werk te maken, om uitzendwerk en uitzendarbeid mogelijk te maken bij de Vlaamse overheid. U zal bij de Open VLD-fractie daar een gedegen voorstander van zijn. Meneer Annori. Mevrouw de minister, u zegt dat u er werk van zal maken en ik vind u absoluut het voordeel van de twijfel, hè, dat u zegt dat u daar meer op zal inzetten. Maar tegelijk wil ik er ook benadrukken dat maar al te vaak is gebleken in het verleden dat er een heel groot verschil is tussen wat er op papier staat en het effectief beleid dat er gevoerd wordt. Daar is een heel groot verschil tussen. Vandaag de dag zitten we nog altijd met een enorme, enorme ondervertegenwoordiging. En laat ik die ene groep eruit halen waarvan u zegt, daar scoren we niet echt heel, 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 heel slecht in. Laten we hopen dat onze ambities ietsje hoger zijn dan dat, ietsje groter zijn dan dat. Die etnisch-culturele minderheden die komen vandaag de dag nog niet aan de bak zoals het zou moeten. Dus mijn vraag, heel concreet, wat gaat u doen als we zien dat we binnen een jaar, binnen anderhalf jaar, exact in dezelfde situatie zitten? Dat we terugzien dat we nog altijd slecht scoren, want laten we niet vergeten, de diversiteitsambtenaar heeft het zelf aangehaald. Het is niet alleen dat ze niet weten hoe dat ze het moeten aanpakken, het is ook heel vaak geen prioriteit bij de leidinggevende, bij de verschillende overheidsdiensten. Wie wens aan te sluiten? Wie was er nog? Hedeloor. Ja, dank u wel, voorzitter. De diversiteitsscan heeft inderdaad een aantal pijnpunten in zaken diversiteitsbeleid blootgelegd bij de Vlaamse overheid. We zijn er als SPA van overtuigd dat de Vlaamse overheid personeelsbestand een weerspiegeling moet zijn van de samenleving, zowel voor wat betreft personen met een migratieachtergrond, personen met een handicap, de werkstelling van vrouwen. Bovendien zijn we ook van oordeel dat de besparingen die de Vlaamse regering op til heeft staan, dat een bijkomend negatief effect zal hebben op het diversiteitsbeleid bij de Vlaamse overheid. Ik spreek daar niet in het minste. U hebt er naar verwezen, mevrouw de minister, dat het grootste pijnpunt ligt bij personen met een handicap, omdat zij daar het eerste slachtoffer zullen van zijn. Maar het is ook zo dat de Vlaamse diversiteitsambtenaar een aantal suggesties doet, onder andere voor wat betreft het opstellen van een personeelsplan, maar ook om het mee te nemen in de evaluatie van de topambtenaren, om dat daar een onderdeel van te maken. En dan had ik graag daarover de mening gehoord van de minister. Mevrouw Van der Meers. Dank u, voorzitter. Eerst en vooral moet voor mij van het hart dat hier een gruwelijk politiek jargon gebruikt wordt, doordat men die diversiteit als containerbegrip gebruikt voor allochtonen en gehandicapten, wat toch twee volledig verschillende problematieken zijn. Ik denk dat die problematieken ook helemaal anders aangepakt zullen moeten worden. En die diversiteitsscan is daar geen goed middel voor, denk ik. Men komt telkens opnieuw tot dezelfde vaststellingen. Men moet iets doen aan de problematieken van die twee verschillende groepen, denk ik. En die diversiteitsscan, men heeft wel diversiteitsambtenaren en men heeft overal die inbedding. Men heeft zelfs voorrang gegeven aan bijgelijke examenresultaten aan allochtonen enzovoort, waar wij absoluut niet mee akkoord gaan. Maar men heeft allerlei middelen ingezet en scant nu dat het nog altijd hetzelfde blijft. Wat men als suggesties meegeeft wat betreft die diversiteitsscan, is dat men een zoektocht gaat moeten doen via VDAB naar allochtonen die bereidwillig zijn om te werken, omdat de vacatures hen blijkbaar niet bereiken. Wel, ik denk dat het belangrijk is om dit ruimer te zien en ook heel specifiek voor gehandicapten. En dat is mijn vraag aan mevrouw de minister ook. Bent u akkoord als we gewoon zeggen een minimum aantal gehandicapten moeten aangeworven worden? Die quota moeten we wel gebruiken. Goed. En dat is denk ik, een oplossing van één van die vele problemen
problemen die hier opeen gesteld, meneer Maartens. Ja, dank u, meneer de voorzitter, mevrouw de minister. Ik wil misschien toch wat nuance in het debat brengen in die zin dat de scan meer is dan de cijfers alleen. De scan meet ook de cultuur, de inbending in de structuur van de organisatie enzovoort. Ook de informatieverstrekking naar de dienst Emancipatie van Diversiteit, die telt mee. Maar het zijn natuurlijk de cijfers die het belangrijkst zijn. En daar vallen toch wel ook positieve zaken vast te stellen. Als we zien dat eind vorig jaar 3,8% van de 4% streefcijfer bij personen met een migratieachtergrond al gehaald wordt, denk ik dat wij in 2015 daar wel zullen gaan komen. Dat we voor personeelsleden met een handicap een tandje bij moeten steken, dat staat denk ik ook buiten kijf. En ik hoor goede suggesties. De consulenten van de VDAB, die maar heel zelden worden ingezet, die moeten we inderdaad veel meer gaan gebruiken. Het diensthoofd diversiteitsbeleid zegt ook dat er te weinig expertise zou zijn binnen de organisatie. Wel, ik wil de bal dan een beetje terugkaatsen en ook zeggen, suggereren dat het aan de dienst is om die kennis, om die expertise te delen en organisatiebreed uit te dragen. Maar het blijft natuurlijk een horizontale bevoegdheid voor u, mevrouw de minister. Dat is niet altijd even eenvoudig. Dat weten we uit het verleden. En wil ik u toch oproepen om ook elk beleidsdomein, maar ook elk van uw collega's, ministers, voor hun verantwoordelijkheid mevrouw te stellen. Mevrouw Homans. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Ik wil misschien beginnen met een repliek op het laatste antwoord van collega Maartens is natuurlijk als we redelijk ambitieuze doelstellingen en streefcijfers in onze regeerakkoord hebben opgenomen, dat dat een gedeelde ambitie is van de ganse ploeg. Niet alleen die van mij uiteraard. Ik denk dat het meneer Amouri was van, wij zijn ambitieus, ja. Maar ik ben veel liever ambitieus dan oppervlakkig en eigenlijk helemaal niet duidelijk. Dus ik denk dat het veel beter is om zeer ambitieuze streefcijfers op tafel te leggen waar we ook wel van hopen en vermoeden dat we ze gaan halen. Want anders heeft een ambitie eigenlijk weinig zin. Maar ik denk dat het toch wel belangrijk is dat je beter zoveel mogelijk moeite wilt doen om een bepaalde ambitie te kunnen nastreven en te vervolmaken, dan dat je eigenlijk de lat heel laag legt. En dat hebben we met deze regering bewust niet gedaan. Een gedeelde verantwoordelijkheid van deze ploeg. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen. Ik wil nogmaals herhalen, meneer Amouri, dat we wat personen met een migratieachtergrond betreft, dat we daar eigenlijk redelijk oké zitten. Zitten we daar al waar we moeten zijn? Nee. Maar als u ziet dat we in het regeerakkoord het streefcijfer van 4% verhogen naar 10%, wil dat wel zeggen dat we er absoluut geloof in hebben dat we dat gaan halen. En dan wil ik nog, en meneer de Meulemeester, die ook nog eens de nadruk heeft gelegd op de consulenten van de VDAB. Ja, ik had dat eigenlijk zelf al aangegeven in mijn antwoord. Ik ben het absoluut eens. Collega Muiters is daar ook absoluut mee eens. Dat zijn mensen die echte expertise in huis hebben om de verschillende entiteiten te kunnen bijstaan in hun zoektocht naar mensen met een diverse achtergrond. En dan wil ik afronden, meneer de voorzitter. We kunnen natuurlijk ook niet elke entiteit van de Vlaamse overheid over dezelfde kam scheren. Het is, denk ik, collega Deloor geweest die heeft gezegd van ja, niet elke entiteit scoort even goed. Dat is ook zo. Dat is inderdaad zo. Maar je kan natuurlijk ook niet in elke entiteit zoveel percentage van mensen met bijvoorbeeld een beperking zetten. Ik zie bijvoorbeeld het ook niet zo heel goed mogelijk om iemand met een visuele beperking met een autobus te laten rijden. Dus ik denk dat je op basis van de entiteiten binnen de Vlaamse overheid moet kijken in welke entiteit kunnen we de beste doelgroepen plaatsen. Maar ik garandeer u, collega's, en ik dank u voor uw bezorgdheid. Een bezorgdheid die deze Vlaamse regering absoluut ter harte neemt en ook heel expliciet in het regeerakkoord heeft opgenomen dat wij dat met deze ploeg absoluut zullen proberen waar te maken. Meer nog, wij beloven u dat we in 2018 de streefcijfers zullen halen die we u nu hebben voorgelegd. Tot de merking, de kennis. Dank u, voorzitter. Het is natuurlijk belangrijk als we over die 10% spreken van personen met een allochtone achtergrond. Dat is inderdaad een stuk hoger, maar ook de referentie is heel anders. Het gaat nu over de mensen met een Belgische nationaliteit en niet meer EU15. Dus die cijfers, we moeten ook zien dat we appelen met appelen en peren met peren vergelijken. Er is op gewezen dat in een krimpende overheidsstructuur natuurlijk dat er minder aanwervingen zijn. En daarom denk ik is het des te belangrijker om de volgende jaren extra in te zetten op die diversiteit. Want het zal niet vanzelf gebeuren via een natuurlijke grotere instroom. Het zal moeten gebeuren, juist die selectiviteit gaat maken dat er des te meer aandacht voor zal moeten zijn. En ik reken op de responsabilisering van alle agentschappen, alle ministers, want u heeft terecht gezegd, het is een horizontaal beleid. Het is niet alleen uw opdracht, maar al die leidend ambtenaren, al die personeelsdiensten en al die ministers gaan mee uit hun pijp moeten komen. Meneer de Meulemeester, slotopmerking.
Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de minister. Het is zo dus dat inderdaad toch wel meer acties zullen verwacht worden van de leidinggevende van de Vlaamse overheid. Ik denk dat er daar meer kan en moet gebeuren. En ik wil bij deze mijn concreet voorstel nogmaals herhalen. De uitzendsector zorgt voor 15% tewerkstelling voor allochtonen. Dat is 3-maal meer dan in de bedrijven en 6-maal meer dan in de Vlaamse overheid. Dus ik zou toch wel u durven aanbevelen om ook die uitzendsector mogelijk te maken, uitzendarbeid bij de Vlaamse overheid. Ik denk dat we er alleen maar kunnen voordelen bij hebben wanneer dus dat we het hebben over diversiteit bij de Vlaamse overheid. We zullen deze problematiek dan ook verder opvolgen bij onze werkzaamheden in de commissie Binnenlands Bestuur. Dank u wel. Meneer Anouri, tot opmerking. Mevrouw de minister, u zegt dat u liever ambitieus bent dan oppervlakkig of lage verwachtingen te hebben. Dat is iets dat wij allebei gemeen hebben. Laat ik één ding duidelijk stellen. Vlaanderen vandaag de dag heeft meerdere problemen en één daarvan is het structurele discriminatieprobleem op de arbeidsmarkt. En als Vlaamse overheid, als Vlaamse regering, is het niet voldoende om het proberen cijfertjes omhoog te krikken door definities te veranderen, maar hebt u de verpletterende verantwoordelijkheid als minister om daar het voortouw te nemen en te tonen aan elke Vlaming, ongeacht zijn of haar achtergrond, dat ze alle gelijke kansen kunnen krijgen op de arbeidsmarkt. Dat is vandaag niet het geval en daar hebt u het voorbeeld en het voortouw in te nemen. En daar zal ik u op blijven opvolgen en daar zullen we zien waar we staan in 2018. Dat was dus ook meteen het eerste optreden van de heer Anouri. Volgende actuele vraag is van mevrouw Freya van der Bos tot de heer Jo van Deurzen, Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezonde Gezin, over het omvangtekort in de jeugdzorg. Een gelijkaardige vraag van mevrouw Martien Taalman over jongeren in de cel, van de heer Chris Janssens over de opvangtekort in de gemeenschapsinstellingen en de heer Lorin Parijs over het tekort aan opvangplaatsen voor jongeren. Ja, dank u wel. Vorige week, meneer de minister, twee keer. Eerst een meisje, dan een jongen. Een meisje, minderjarig, kind nog, die in de prostitutie was geduwd en nergens meer terecht kon. Een jongen ook, zware depressie, gedragsmoeilijkheden. Ouders, hulpverlening weten er echt geen weg meer mee. Kunnen de jongen niet meer helpen en zoeken naar opvang. Die twee kinderen hebben allebei een neen gekregen. Er was geen plaats in de crisisopvang voor de jongeren. En men heeft ze bij gebrek aan crisisbed in de cel laten overnachten. Meerdere nachten zelfs. Na navraag blijkt dat geen alleenstaande gevallen zijn. In Antwerpen is het probleem het grootst, maar bijvoorbeeld ook in mijn eigen stad Gent gebeurt het geregeld dat een jongere, een kind, moet overnachten in een cel omdat er geen plaats is in de crisisopvang. Jeugdrechters hebben daarop vanzelfsprekend een oproep gelanceerd in die ik zeker steun, wellicht velen met mij, om structureel meer capaciteit te voorzien. Maar het meest schokkende vind ik zelf dat blijkt dat op het moment dat die kinderen in de cel overnachten, dat er meerdere bedden vrij waren in de residentiële opvang. Er waren dus meerdere bedden vrij, oké, ze noemen niet crisisbed, maar wel bedden in gespecialiseerde opvanginstellingen voor jongeren. En toch zegt men, er is geen plaats. We gaan u laten overnachten in de cel. En dan vraag ik me af, waar loopt het fout? Want in principe zou het toch zo moeten zijn met het nieuwe systeem dat er een goede match is tussen het aantal plaatsen en het aantal aanvragen. Dus het zou toch niet mogen kunnen dat een kind in een cel overnacht, zeker niet als er eigenlijk een bed is elders. Als er een bed vrij is en als er zelfs meerdere bedden in Vlaanderen op dat moment vrij is. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe kan u ervoor zorgen dat geen kind, geen jongere nog in een cel zal moeten overnachten in de toekomst? En hoe zal u zorgen dat de vandaag bestaande mismatch tussen het aantal vrije bedden en het aantal aanvragen, dat die wordt weggewerkt in het systeem, het nieuwe systeem, dat in theorie wel zou moeten kunnen. Goed. Mevrouw Taalman. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, wij hebben inderdaad allemaal vorige week in de pers de noodkreet kunnen lezen van 12-tal Antwerpse jeugdrechters die zeiden dat ze zich omwille van een structureel gebrek aan capaciteit zich verplicht zagen van minderjarigen in een politiecel te steken.
Nochtans, zeggen zij, gaat het in 90% van de gevallen niet om jongeren die een misdrijf hebben gepleegd, zoals wij dat zeggen, een als misdrijf omschreven feit, mofjongeren, maar veelal om jongeren die in een problematische opvoedingssituatie zich bevinden. Wat dat natuurlijk nog veel erger maakt. Meneer de minister, ten tijde van de stemming van het decreet werd er al gewaarschuwd voor een structureel capaciteitsprobleem. En ik moet u niet herinneren aan de internationale verplichtingen die wij met ons land hebben aangegaan in het kinderrechtenverdrag, waar wij ons verbonden hebben om kinderen niet in een gevangeniscel, maar ook niet in een politiecel te steken. Reden waarom destijds het federaal centrum van Everberg is opgericht. Vandaar mijn vraag, meneer de minister, aan u. Welk pakket van maatregelen denkt u op rails te moeten zetten? Niet alleen voor de oplossing van dat structureel capaciteitsprobleem, maar ook bijvoorbeeld een overleg met de jeugdrechters om te kijken hoe dergelijke situaties in de toekomst kunnen vermeden worden. Dank u. Janssens. Dank u, voorzitter. Ja, meneer de minister, we lazen inderdaad in de standaard, om specifiek te zijn, vorige week het dramatische relaas van een jong meisje dat inderdaad volgens de jeugdrechtbank recht zou hebben of ermee gebaat zou zijn om in de gemeenschapsinstelling in Beernum te verblijven. Enerzijds om haar weg te halen uit de dramatische leefomgeving waarin ze verkeerde, anderzijds om opnieuw wat structuur in haar leven te brengen. En nadien zou er dan gezorgd worden voor een aangepast traject in de jeugdhulp. Maar alsof de toestand nog niet schrijnend genoeg zou zijn voor het meisje in kwestie, bleek dat er in de gemeenschapsinstelling in Beernum ook nog niet eens plaatsvrij was. Er werd dus inderdaad beslist om haar enkele nachten in een politiecel te laten doorbrengen. En inderdaad, volgens een aantal Antwerpse jeugdrechters gaat het helemaal niet om een alleenstaand geval. En voor alle duidelijkheid, het gaat niet over jonge criminelen, maar wel degelijk om jongeren die het slachtoffer zijn van wat men in het vakjargon een dramatische leefsituatie noemt. Deze situatie is schrijnend, meneer de minister. Deze situatie is ook onaanvaardbaar en ze is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering. Mijn vraag aan u is dan ook zeer logisch en zeer duidelijk. Hoe gaat u voorkomen dat jongeren voortaan in een politiecel moeten verblijven in de plaats van in een aangepaste instelling? Meneer Parijs. Collega's, meneer de minister. Ik haak in op wat mijn collega's hiervoor hebben gezegd, dat het natuurlijk onaanvaardbaar is dat er kinderen een nacht doorbrengen in een politiecel. De jeugdkreet die de Antwerpse jeugdrechters daarop hebben laten horen in de standaard, die is bij ons allemaal heel hard aangekomen en die gaat door merg en been. Maar er is ook een andere vraag die we ons moeten stellen. Dat is, hoe komt het dat de toestroom in bijzondere jeugdzorg zo groot geworden is? Hoe komt het dat er 27.000 kinderen op jaarbasis in aanraking komen met bijzondere jeugdzorg, een verdubbeling ten opzichte van een dikke 10 jaar geleden? Zitten dus evenveel kinderen op jaarbasis in jeugdzorg als de stad Aarschot inwoners stelt? En dat is de dubbele vraag die ik heb voor u, meneer de minister. Hoe kunnen we iets doen op korte termijn aan dat schrijnend plaatstekort voor crisisopvang, zeker in een provincie zoals Antwerpen? Maar wat is onze verantwoordelijkheid allemaal samen om ervoor te zorgen dat die instroom naar jeugdzorg ook beperkt wordt? En wat kan u daaraan doen op langere termijn? En wat zijn de effecten van het decreet Integrale Jeugdhulp die u eventueel vandaag daarover al kan waarnemen? Dank u. Even voor de duidelijkheid, de minister hoeft maar op één vraag te antwoorden. Een actualiteitsvraag gaat altijd over één vraag en de minister stelt u nu 3 vragen. Bijvoorbeeld, u stelt ook de vraag van wat het effect is van een nieuw decreet Integrale Jeugdhulp. Als de minister dat hier helemaal moet gaan uitleggen. Minister, ik weet niet, kun je dat in 8 minuten, ja? Ik denk het niet. Nee, maar allee, we moeten ons een beetje aan de situatie houden dat we 1 vraag stellen, want dat is de bedoeling eigenlijk van een actuele vraag, meneer Parijs. Ja. Minister Van Deurzen. Dank u wel, voorzitter. De klok begint. Heel kort, ik stel voor dat een debat over de in contact komen met bijzondere jeugdzorg, dat we dat op een ander moment eens grondig voeren. Het is duidelijk dat onze samenleving, die steeds hectischer wordt en steeds meer druk zet en meer verwacht, dat dat heel veel prikkels vergeeft enzovoort, dat dat heel wat oorzaken heeft
die ver buiten het welzijnsbeleid liggen en die dit zo mee kunnen veroorzaken. Twee, ik denk dat er twee issues aan de orde zijn. Want uiteraard is het aangeklaagde feiten zijn niet goed te keuren, zijn zaken waar we absoluut moeten kijken hoe dat we daar betere antwoorden voor hebben. Twee zaken. Ten eerste wat de capaciteit betreft. We proberen al een aantal jaren consequent in te zetten op een uitbreiding van de capaciteit. Er is nooit beweerd dat de integrale jeugdhulp het capaciteitsvraagstuk zou oplossen. Maar wij weten dat we daar nog in aanbod, zowel rechtstreeks toegankelijk als achter de poort in het jargon uitgedrukt, inspanningen moeten doen. En wat zijn die inspanningen? Vorig jaar extra ingezet een 500.000 op samenwerking tussen de psychiatrie en andere vormen van jeugdhulp. Want zoals u het ook wel in de cases hebt aangehaald, vaak is dat het probleem. Het zijn jongeren met vele problemen, psychiatrische zorg nodig, mentale handicap, agressie en noem maar op. Je moet daar dus een bepaalde setting voor hebben om daar goede hulp te kunnen bieden. Daar hebben we middelen voor ingezet. Die middelen worden nu na evaluatie verduurzaamd. Dat is een capaciteit, 500.000 in de samenwerking. Twee, we gaan inderdaad in 2015 snel capaciteit in onze gemeenschapsinstellingen creëren. Ondertussen is het gebouw in de sukkerzalen totaal gerenoveerd en klaar. En we hebben de nodige schikking getroffen om geleidelijk aangefaseerd 40 bijkomende plaatsen in gebruik te nemen. Dat is ongeveer 14% extra capaciteit in de gemeenschapsinstellingen. Drie, we hebben ook een aantal projecten waar we heel wat middelen in steken om speciaal die hele problematische of hardnekkige situaties aan te pakken. Dit is een project dat we doen, en dat is niet toevallig alle twee in de provincie Antwerpen, in Antwerpen zelf, voor meisjes, samen met de kinderpsychiatrie. En er is een project in de stad Mechelen, meneer de burgemeester, voor reïntegratie van jongeren, die toch ook een zeer sterk beveiligde setting nodig hebben. Ook daar 1,2 miljoen euro, 50 bijkomende plaatsen capaciteit, maar het is de bedoeling dat daar inderdaad die echte zware hulpvragen in kunnen worden opgevuld. Drie, we werken natuurlijk ook aan doorstroming, want het volstaat natuurlijk niet capaciteit te krijgen. Je moet zorgen dat ook de opvolging in de private settings ook goed kan georganiseerd worden. En ook volgend jaar zullen we dus in het aanbod proberen extra middelen in te zetten om ook rechtstreeks en onrechtstreeks toegankelijk de capaciteit buiten de gemeenschapsinstellingen te verbeteren. Dat zijn allemaal dingen die we doen om dat aanbod te verbeteren, maar zoals al anderen ook hebben opgemerkt, het gaat natuurlijk niet alleen over het aanbod verbeteren. We gaan ook naar de processen kijken. Integrale is nu 6 maanden bezig. We hebben een eerste evaluatie gemaakt en daar hebben we trouwens ook melding van gemaakt in de pers in de vakantie. We gaan nu een tweede evaluatie maken en we hebben ondertussen al uiteraard een groep samengesteld van mensen die daarin op het terrein betrokken zijn. Ook daar moeten de jeugdrechters uiteraard in betrokken worden. Om te kijken wat dat de effecten van die grote ambitie, 1 unieke toegangspoort voor jongeren en niet 2, veel meer intersectorale samenwerking en op maat, meer rechtstreeks toegankelijk zonder de toegangspoort te moeten passeren. Wat zijn daarvan de effecten als je die procedures op het terrein ontwikkelt? We weten dat het absoluut verantwoord is om nu te kijken naar de eerste ervaringen en daar leringen te trekken. Ook het verhaal van, ja, maar betekent dat dat je door dat te organiseren op die manier en jeugdrechters niet meer rechtstreeks te laten zoeken naar plaatsen, maar eigenlijk proberen die regie centraal te organiseren, dat als dat leidt tot een stuk onderbenutting van de capaciteit, dan moet dat uiteraard in deze groep, en die is al een tijdje aan het werk, moet dat gedirecteerd en moet dat bijgestuurd worden. En dat is heel belangrijk. Maar we moeten natuurlijk ook het intersectorale karakter proberen absoluut te bewaken. Dat is de grote ambitie van het decreet. En tenslotte, wat het decreet betreft, een aandachtspunt waar we zeker ook mee bezig zijn, is rond het hele verhaal van de ICT. We zijn de eerste maanden, denk ik, met de inspanning van velen doorgeraakt. Maar het is heel duidelijk dat we op dat vlak ook naar gebruiksvriendelijkheid en stabiliteit van het systeem moeten kijken. En ook daar zijn, een aantal weken geleden trouwens, de initiatieven voor genomen om daar met de mensen het gesprek over te voeren. Mevrouw Van der Bossen. Ja, dank u wel, meneer de minister. Ik begrijp dat u inziet dat er een structureel capaciteitstekort is. Ik ben ook blij dat de regering daar iets aan wil doen. Maar ik blijf een beetje op mijn honger wat betreft de vraag naar de mismatch. Want vandaag, en terwijl uw evaluatie loopt, want op papier kan dat systeem goed werken. Ik denk dat op papier dat zeker voordelen biedt. Maar vandaag is het zo dat er bedden vrij zijn aan de ene kant en jongeren in een cel slapen aan de andere kant. Dus mijn vraag is, wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat, wanneer we nog eens een vraag krijgen voor crisisopvang en er een crisisbed is,
dat er een systeem bestaat, al bellen ze gewoon rond, een tijdje als uw informaticasysteem nog niet op punt is, maar gewoon een belronde om te zien waar er een bed is residentieel, waar dat kind tenminste niet in een cel moet slapen of van de ene instelling dag na dag moet verhuizen naar de andere. Dat is graag wat ik nog aan u wil vragen. Wat allemaal. Ik juich toe dat de minister hier aankondigt dat er een uitbreiding van de capaciteit komt. Ik denk dat dat in een periode met schaarse middelen een heel goede zaak is en dat dat ook heel belangrijk is in deze. Maar ik blijf ook aandringen, het is goed dat men evalueert, maar men kan natuurlijk niet blijven evalueren indien men op het terrein vaststelt dat er problemen zijn. Dus ik zou nog willen aandringen, meneer de minister, op een heel snel overleg met de jeugdrechters om inderdaad ervoor te zorgen dat dat alle capaciteit volledig benut wordt en dat een jongere terechtkomt waar dat het beste voor die jongere in kwestie is. Meneer Janssens. Meneer minister, u heeft verwezen naar het kaderdecreet Integrale Jeugdhulp en u zegt, ja, er is wel een evaluatie nodig, maar ik ben ervan overtuigd dat dat decreet werkt. En dan hoort u aan de andere kant die 12 jeugdrechters die met de praktijk bezig zijn en die een heel andere mening toegedaan zijn. En sta mij daarom toe, voorzitter, wat dat betreft, om één citaat uit het opiniestuk te brengen, omdat het de moeite waard is om het te brengen. Hetgeen ook aangeeft dat er al eerder signalen in uw richting zijn gekomen, maar waarmee blijkbaar niks gebeurd is. Zo zeggen de 12 Antwerpse jeugdrechters. Enkele maanden geleden waarschuwden jeugdmagistraten, jeugdadvocaten en jeugdhulpverleners er al voor dat het nieuwe decreet over integrale jeugdhulp dat de sector hervormt, de kans verhoogt dat er meer jongeren in de cel belanden bij gebrek aan crisisopvang. En, zeggen ze, de inspanningen die de Vlaamse overheid doet, zijn ontoereikend. Dus, meneer de minister, uw theorie doorstaat de proef met de praktijk of met de realiteit niet. En u verwijst dan naar een gefaseerde capaciteitsuitbreiding, maar de problematiek is wel zeer precair. Wanneer denkt u met die gefaseerde uitbreiding te beginnen en vooral wanneer zal ze beëindigd zijn? Meneer Parijs. Ja, ik deel de mening van de eerste twee vraagstellers dat wij blij zijn uiteraard dat er extra capaciteit komt. Ik wil aan de minister vragen om rekening te houden met een billijke geografische spreiding van die extra plaatsen. Vandaag zien we dat het belang van het kind bijvoorbeeld in de provincie Vlaams-Brabant niet gelijk is aan het belang van het kind in de provincie Limburg. Gewoon omdat een jeugdrechter vaak beslissingen neemt op basis van het aantal beschikbare plaatsen en op basis van de beschikbare capaciteit. En dat is iets wat we heel scherp in het oog moeten houden, want dat kan natuurlijk niet. Wie wens aan te sluiten? Mevrouw van der Brand. In 1912 heeft België een wet aangenomen in zaken jeugdbescherming en we waren toen enorm vooruitstrevend. We waren toen vooruitstrevend als land omdat wij in 1912 inschreven dat jongeren niet in een cel konden opgevangen worden. Tijdens de septemberverklaring heeft onze minister-president gezegd dat we het beter hebben dan in 1914, dat was de opening van zijn speech. Ik moet vaststellen dat het aankomt op jongeren in nood, op het opvangen van jongeren in nood, dat wij 100 jaar terug in de tijd zijn en dat wij terug jongeren in de cel opvangen, een wet die we 100 jaar geleden hebben ingevoerd. De jeugdrechters trekken vandaag aan de alarmbel. Groen heeft hier samen met andere partijen, op het moment dat het decreet Integraal Jeugdhulp gestemd werd, over gewaarschuwd. We worden geconfronteerd in 2014 met enorm schrijnende berichtgeving. Mijn vraag aan u is, u belooft extra capaciteit, ik hoop dat hier komt. U belooft extra in te zetten op zorg buiten de instelling en preventief. Ik hoop dat daar inderdaad op wordt extra ingezet, niet enkel bestendigen, maar extra ingezet. Maar mijn extra vraag is vooral, wat gaat u doen als er morgen een nieuwe vraag komt en er is geen opvang? In afwachting van nieuwe capaciteit, welke overgangsmaatregelen zal u voorzien zodat we vanaf morgen geen enkel kind nog in cel moeten opvangen? Minister van Deurzen. Collega's, het decreet is ingevoerd en op het ogenblik dat het ingevoerd werd, is denk ik ook in alle duidelijkheid gezegd dat is een zodanig grote transformatie die inderdaad ook van magistraten een andere strategie of een ander proces in het zoeken van plaatsen veronderstelt,
dat we daar ongetwijfeld na enkele tijd moeten naar kijken, lessen trekken en kijken hoe dat we daar bijsturen en mee omgaan. Dat is toen in alle duidelijkheid gezegd, omdat het over een dermate grote operatie gaat, zoveel partijen, zoveel sectoren, zoveel visies op zorg en hulpverlening en de justitie en de welzijnsactoren betrokken, daar ga je wat tijd voor nodig hebben. En dat is geen goed praten, maar dat is ook de reden waarom we in de vakantie al, los van de incidenten en de open brieven, de initiatieven genomen hebben om te zeggen wat zijn de eerste ervaringen, hoe kunnen we de gebruikers en de betrokken partijen samenbrengen om na te denken, lessen te trekken en bij te sturen. En dat zullen we nog een tijd moeten doen, voor alle duidelijkheid. En inderdaad, als blijkt dat wat de crisishulpverlening betreft, dat daar vragen kunnen gesteld worden over de mobiliseerbaarheid van de capaciteit, dan moet daar zo snel of mogelijk gekeken worden hoe dat je daar kan op reageren en vanuit de toegangspoort en de regie en anderen die betrokken zijn, daar snelle reacties kunt opgeven. We hebben al een aantal zaken gedaan in de crisishulpverlening. Ik sluit ook niet uit dat in het uitbreidingsbeleid volgend jaar daar ook extra initiatieven voor moeten genomen worden. Dus dat is een aanpak die we zorgvuldig moeten doen, waar we nu moeten goed luisteren en in het grote besef dat inderdaad ongetwijfeld een aantal verbeteringen mogelijk zijn. Ik stel alleen vast dat we 6 maanden ver zijn. De maand september is altijd traditioneel een moeilijke maand. We zijn nu oktober en ik denk dat we met het overleg dat al een tijdje bezig is, we die aanpassingen ongetwijfeld kunnen doen. Ik wil daar graag over rapporteren, ook aan het parlement. De capaciteitsuitbreiding, collega's, de succursale in Wingeren, is klaar. Dat wil zeggen dat we in de vorige legislatuur die investeringen gedaan hebben. Het is niet zo dat de minister hier nu komt zeggen, in het kader van het incident van de dag, we gaan er een keer een lap op geven. Dat wisten wij, dat we daar moesten gestaag capaciteit opbouwen. En we zijn zover, die infrastructuur is klaar. En ondanks de besparingen is er budgettaire ruimte gecreëerd om die bestaffing te organiseren. En nogmaals, het is niet alleen een kwestie van capaciteit, het is niet alleen een kwestie van regie en efficiëntie in het invullen van alle kleine mazen in het aanbod, als er vacatures of mogelijkheden zijn. Het is ook een kwestie van de juiste plaats voor de jongeren. En dat is vaak een samenwerking tussen psychiatrische zorg, de gehandicapte sector, de bijzondere jeugdzorg, de mensen van justitie en de integrale jeugdhulp. Als het één idealistische ambitie heeft, is dat het deze actoren in één setting wil brengen en wil aansporen om niet te vertrekken in de hulpverlening vanuit de eigen organisatorische logica. Ik ben de gehandicapte sector en dus gaan we de jongeren bejegenen met de regels en de inzichten en de diagnosemethode van de gehandicapte wereld en dan ik ben de bijzondere jeugdzorg. Nee, zij moeten dat doen vanuit een unieke diagnose- en indicatiestelling. En dat dat een belangrijke inspanning vraagt in die eerste maanden en dat er ongetwijfeld daarover ook heel wat kan verteld worden, dat wil ik graag nemen, maar ik blijf erbij. Deze grote ambitie, daar moeten wij op inzetten en blijven inzetten. En ik ben iedereen die er in die eerste maanden mede schouders heeft ondergezet, daarvoor trouwens ook heel erg dankbaar. Goed, slotopmerking. Mevrouw de Bossen. Ja, meneer de minister, ik vind het prima dat u het systeem evalueert. Dat is ook voorzien, dat is ook nodig. Maar er is een acuut probleem dat een onmiddellijk antwoord noopt. En dat is, een jeugdrechter die een vraag stelt voor een crisisbed krijgt het antwoord nee. Daarna belt diezelfde rechter rechtstreeks naar een instelling en die zegt, kom maar af, we hebben plaats. Mijn vraag was enkel, en ik hoop dat u die toch nog wil meenemen, hoe gaat u ervoor zorgen dat de rechters nu niet gans het land moeten beginnen afbellen, stuk per stuk, maar dat uw systeem, uw poort, dat die poort dat doet en dat ze dus noods, als het informatica-systeem niet functioneert, zelf beginnen rondbellen. Want dit is een acuut probleem, nog los van uw grotere evaluatie, waar u iets aan moet doen om te vermijden dat er morgen terug een jongere in een cel slaapt in plaats van in een bed, terwijl er bedden vrij zijn. Mevrouw Taalman. Meneer de minister, ik kan ook alleen maar herhalen dat het goed zou zijn als die jeugdrechters op heel korte termijn ook duidelijkheid krijgen over welke mogelijkheden er zijn. Het is goed inderdaad dat er geëvalueerd wordt, maar men kan niet in een treuren dat blijven doen. Ik zou denken dat indien men afspraken maakt met de jeugdrechters over hoe zij moeten reageren, wat er beschikbaar is, dat dat alleen maar de situatie op heel korte termijn kan verhelpen. En ik hoop dat u daar ook de nodige tijd voor neemt.
Dank u, voorzitter. Ja, meneer de minister, we moeten toch helaas concluderen dat zowel de vorige Vlaamse regering als deze Vlaamse regering er niet in slaagt om de Vlamingen met een grote zorgnood de zorg te geven waar ze recht op hebben. Of het nu gaat om personen met een handicap, of mensen die recht hebben op een sociale woning, of om jongeren die plaats zouden moeten krijgen in een jeugdinstelling. Telkens opnieuw is er ofwel een wachtlijst, ofwel plaatsgebrek. Als deze Vlaamse regering dus één ambitie moet hebben, is het wel om kwetsbare Vlamingen de zorg te geven waar ze recht op hebben. Meneer Parijs, slotopmerking. Ja, ik wil gewoon nog even terugkomen op de interventie van Groen, die blijkt te suggereren dat kinderen het in 1912 beter zouden gehad hebben dan in 2014. Ik denk dat we daar absoluut niet mee akkoord kunnen zijn. En ik ben vooral heel blij dat we naar een evaluatie gaan van het decreet en dat we gaan bijsturen waar nodig, en wij werken daar graag aan mee. Goed, dankjewel. De volgende actuele vraag is van de heer Bart Geront tot de heer Sven Gats, Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over een nieuwe cultuurtempel in de Vlaamse Rand. Actuele vraag van collega Michel Dooms tot de heer Ben Wijs, maar het is de heer Gats die zal antwoorden over de plannen voor een nieuwe culturele infrastructuur in de Zuidwestrand rond Brussel. En actuele vraag van de heer Bart Nevens, ook gericht aan de heer Wijs, maar het is de heer minister Gats die zal antwoorden over een nieuwe cultuurinfrastructuur in de Vlaamse Rand rond Brussel. Mag ik? Dank u wel, voorzitter. Mag, hè? Dank u wel. Collega's, voorzitter, minister. Het zal u misschien verbazen, maar ik ga proberen het thema met enige nuance in mijn korte spreektijd aan te brengen. Niemand, denk ik, die de cultuur in zijn hart draagt, zal er een probleem mee hebben dat er overal in Vlaanderen goede culturele infrastructuur is. En hoewel we er erg veel hebben, laten we dat ook eerlijk zeggen, zijn er nog altijd een aantal plekken, witte plekken, waar er zaken ontbreken. En anderzijds beseffen we ook dat cultuur vaak een motor voor ontwikkeling kan zijn, voor buurtontwikkeling, voor streekontwikkeling. En dus, ja, op zich is het te verdedigen dat er in de bewuste zone Ruisbroek, in het zuiden van Brussel, een culturele infrastructuur kan komen. Dat kan overwogen worden. Ik heb ook nog eens het rapport van de studie nagelezen en nagekeken, die ik trouwens al lang ken, want het is op zich geen nieuw verhaal, niet waar. Al op 1 april is er aan de inwoners van Sint-Pietersleeuw en van Lennek toelichting gegeven bij het concept. Maar natuurlijk, dit dossier komt in de publieke opinie op het moment dat er in de cultuursector heel erg diep in het vel wordt gesneden. En dat is natuurlijk een pijnlijke zaak, hè? Als je aan de ene kant moet inleveren en aan de andere kant de indruk wekt als regering dat er een prestigeproject wordt gebouwd in de Zuidrand, dan heb je daar een wrang gevoel over. En ik heb daar alle begrip voor dat mensen daar ook op reageren als dus. En de tweede bedenking is natuurlijk ook dat we een boom kunnen opzetten over de schade. Ik denk ook dat de gedachte, laat me eerlijk zijn, om een nieuwe single of een nieuw concertgebouw te bouwen in de Zuidrand van lichte megalomanie getuigt. Het kan, in gouden tijden kan zoiets, denk ik, maar in deze tijden is het moeilijk verdedigbaar. Ik denk dat een bescheidener... Vraag. We hebben Westerland, we hebben Strombeek, het zijn misschien goede voorbeelden. Meer dan een single in Antwerpen. En vergeet ook niet, het geld komt uit uw budget finaal bij de werking, bij zo'n spreek. De vraag is, meneer minister, is dat ook binnen het geheel van cultuurbeleid, maar ook binnen uw infrastructurele inspanningen die we doen, een prioriteit? Meneer Doomst. Dank u, voorzitter. Ja, meneer de minister, ik had de vraag eigenlijk aan uw collega Wijts, maar ik weet dat u onze streek goed kent. We hebben beter bier dan in Brussel, dus vandaar dat ik van overtuigd ben dat u de Vlaamse Rand goed hebt geproefd. Maar dus doe de groeten in elk geval aan uw collega. In tegenstelling tot Antwerpen, waar men met tunnels en bruggen het wat moeilijker heeft, zelfs wanneer ze er liggen, blijkt het bij ons toch wel in Vlaams-Brabant snel te gaan. Want de vuurtoren leek er eigenlijk al te staan, nog voor de plannen gemaakt waren. Ik ben aangelijk in het Sint-Niklaasliedje, ik zie hem al staan, nog voor het eigenlijk gebeurd was. En dus in het artikel in de krant kwam dat nog als een iets, vond ik, te snel feit over, waarvan wij ons toch afvragen, één, moet daar de haalbaarheid
nog wat niet meer verfijnd worden, moeten wij ook de betaalbaarheid van zo'n project, want men vergelijkt dat met het cultuurproject in Brugge, dat is toch al niet niks, daar willen we ons niet mee vergelijken. En tenslotte ook, is het verkiesbaar? Is het eigenlijk in al de keuzes die we in de Vlaamse rand gezien de budgettaire beperkingen moeten maken echt wel de goede keuze? Ik wou dus aan u vragen, is dit project op zijn financiële zijde al voldoende echt doorgelicht om te weten we daarmee eindigen? En is dat ook de beste prioriteit in functie van de keuzes die we toch zullen moeten maken om het Vlaamse randbeleid een steuntje te geven tijdens de volgende maanden en jaren? Dank u wel, meneer Nevens. Ja, dank u voorzitter, meneer de minister, beste collega's. We hebben de laatste dagen in de media verschillende berichtgevingen kunnen terugvinden over inderdaad in de Zuidwestrand rond Brussel de bouw van een nieuw cultureel centrum, annex congrescentrum. En wij vinden dat een goede zaak, dat die haalbaarheidsstudie, want eigenlijk is dit geen nieuw nieuws, het is oud nieuws, want in het vorige regeerakkoord was er al sprake van die haalbaarheidsstudie en vandaag wordt dat terug opgehaald, omdat ook vandaag in het regeerakkoord staat dat er ideeën zijn om dat cultureel centrum, congrescentrum te bouwen in Ruisbroek, een verouderde stationsbuurt die wel wat heropwaardering kan gebruiken. Mijn vraag is naar de minister toe, wat gaat u nu verder doen met die haalbaarheidsstudie en welke goede elementen kunt u terug meenemen in die haalbaarheidsstudie meenemen om naar de toekomst toe de verderzetting van dit project verder te zetten? Wij geloven daar dus wel in dat er goede zaken staan, zoals de heropwaardering van die buurt. Het gaat niet alleen over de cultuursector, maar daar zal ook een sociaal-economisch luik aan terug te vinden zijn. Ook de lokale economie zal er wel bij varen. En in die buurt, ik ken ze een beetje, die kan wel een boost gebruiken. Dank u wel, minister Gaats. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter en beste collega's. Dank u wel voor de vraag. Het spreekt voor zich dat het antwoord dat ik u nu zal geven overlegd is met collega Weitz. Sommigen hebben het al aangegeven. Het dossier is niet nieuw en het is ook niet door het toedoen van de Vlaamse regering in de belangstelling gekomen. Het gaat terug op het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel en 63 initiatieven en acties die daarin terug te vinden zijn, goedgekeurd door de vorige Vlaamse regering. Het voortraject is een aantal onder u ook bekend. Het is inderdaad op gemeentelijk niveau ontstaan. Sint-Pietersleeuw en Lennik die een voorstudie besteld hebben bij Hugo de Greef, toch niet de minste in ons Vlaams cultureel landschap. En die kwam tot 3 bevindingen. Die zei van ja, in de Zuidwestrand rond Brussel is er wel mogelijk plaats voor een nieuwe culturele poot. U mag ook niet vergeten, als u daar met een passer rondgaat, dat u toch in een gebied zit waar een heel groot cultuurpotentieel is. Als we dat vergelijken met Brugge, niet met het concertgebouw in Brugge, maar met Brugge en met Antwerpen, dan overstijgt dat het mogelijk potentieel. Ook gegeven dat wellicht de volgende jaar de demografische groei in stad en rand nog zal toenemen. Dus met andere woorden, er is een cultureel potentieel. Er is wel gezegd door meneer De Greef dat het best zou zijn dat dit niet in het centrum van bijvoorbeeld de gemeente van Sint-Pietersleeuw zou komen, maar eerder in, als ik het zonder bijbedoeling mag zeggen, de verpauperde stationsbuurt van Ruisbroek, wat ook lokaal enig belang kan hebben. En er is ook aangegeven dat het nuttig zou zijn om het culturele verhaal aan een economische en toeristische leest vast te hangen of te schoeien, zodanig dat er ook voor congresinfrastructuur zou gekeken worden wat de mogelijkheden zijn. Dat is wat we nu weten. En wat we nu weten is dat het ook een complex dossier zal worden. Omdat wanneer men dit alles wil realiseren, ook met publiek-private samenwerking, ik ga mij niet uitspreken over de grootte van de middelen, want daar zijn een aantal dingen over verschenen in de pers die volgens mij, laten we zeggen, zeer met de natte vinger gebeurd zijn. Ook wie daar uiteindelijk, meneer Caron, zal voor betalen en hoe. Maar wanneer wij middelen vanuit de private markt dan meer voor de congresfunctie naar dat project willen halen, dan zullen we nog wel even ons huiswerk nodig hebben. Dat is wat we nu gaan doen en ik ben er mij ook van bewust van dat we overleg zullen moeten plegen. Overleg niet alleen met de huizen in de Vlaamse rand rond Brussel. U noemt daar bijvoorbeeld Westrand Dilbeek. Het zou op het eerste zicht niet meteen het beste idee zijn
om een even groot centrum met correct dezelfde functie als de Dilbeekse Westrand daar neer te poten. Dus er moet naar een bepaalde complementariteit cultureel gezocht worden. Maar evengoed met het Brusselse werkveld kan er overlegd worden, omdat we in feite, voor de mensen die Ruisbroek geografisch niet zo goed kunnen situeren, zit men bijna nog dichter tegen Brussel aan dan tegen de kern van Sint-Pietersleeuwen. Dus men zit daar in een heel bijzonder randstedelijk gebied dat een aantal moeilijkheden met zich meebrengt, maar ook zeer veel mogelijkheden. Dus de haalbaarheidsstudie zal nu in de komende periode van start gaan. Dat zal nog wel wat voeten in de aarde hebben. En ik kan u dus zeker nog niet zeggen wanneer die studie ten einde zou zijn en wat daarvan de uitkomst is. Anders is het ook geen haalbaarheidsstudie. Wat we wel doen, en daar ga ik even in, collega Caron, op uw vraag rond de besparingen. Wij hebben niet gekozen voor de communicatie daar rond. Sommige media vonden het nuttig om dat in de defensieve logica van de jaren 60 en 70 de gordel van Smaragd rond Brussel te plaatsen. Wij doen dat uitdrukkelijk niet. Dat gaat in de complementariteit van rand en stad in een gebied waar nog culturele investeringen bijkomend kunnen mogelijk zijn. Maar wij houden woord, met andere woorden, wanneer wij nu besparen, niet met plezier, maar uit noodzaak om de begroting op evenwicht te brengen, of in evenwicht te brengen, dan doen we dat om daarna terug te kunnen bouwen. En één van de mogelijke investeringen zal of zou dan dit cultuur- en congrescentrum in Ruisbroek kunnen zijn. Ja, dank u wel voor het antwoord. Even meegeven dat de schaal waar het over gaat ook in de nota van in de studie van meneer De Greef aanwezig is. Hij verwijst zelf rechtstreeks naar die twee complexen. En hij noemt bijvoorbeeld ook die 44 miljoen euro, omdat dat ook effectief het bedrag is dat in het concertgebouw Brugge is gegaan. Hè. En complementariteit wil ik ook graag steunen. Maar ik denk dat we toch ook even financieel moeten nadenken, ook op de toekomstige werkingskosten. Wat het verzorgingsgebied betreft en wat Brussel betreft, hebt u gelijk. Ik denk dat dat waar is, dat biedt kansen, maar het moet wel erg afgestemd zijn. En laten we dat ook wijs mee omgaan. In deze tijd is er eigenlijk ook bijna geen maatschappelijk draagvlak voor grote culturele infrastructuur. En ik wil het tenslotte een beetje ontmoedigen door te zeggen, niet bewust of niet slecht bedoeld, ook in der tijd hebben wij in Brugge, ik zeg wij, want ik was betrokken partij, in het Concertgebouw Brugge ook het verhaal over de congresfunctie opgedist. Maar ik moet u zeggen dat dat niet echt gelukt is. Meneer Doomst. Dank u, voorzitter. Meneer minister, ik denk dat we in de Vlaamse rand nood hebben aan strategische projecten en dat we daar verder moeten over blijven nadenken. Alleen we hebben het gevoel, uit wat we uit de huidige haalbaarheidsstudie wat leren, is dat een beetje een Euromillions project zou dreigen te worden. En ik denk dat we ons dat niet kunnen permitteren en dat we het breder moeten bekijken in de bredere Vlaamse rand, maar ook naar de andere noden, cultuur, maar ook jeugd, sport, recreatie, toerisme, die we daar in de toekomst zullen hebben. En ik zou toch graag hebben dat het in dat kader geëvalueerd wordt en dat we geen onverhoedse, maar u zegt goed, er komt nog een verfijnde, zo neem ik aan, evaluatie van het dossier. Maar toch heel belangrijk, denk ik, dat dat geen bodemloze put wordt en dat dat geen, we hebben al een hellend vlak in Romokeire, dat we geen hellend vlak van Ruisbroek zouden organiseren. Meneer Nevens. Ja, dank u, voorzitter. Meneer de minister, beste collega's. Het verheugt mij om te horen dat er vandaag een studie is waar heel waardevolle elementen in zitten. En ik ben ook verheugd om te horen dat we die elementen, zoals de opwaardering van die buurt en een breed draagvlak voor de lokale verenigingen, maar ook het bovenlokaal aspect van een dergelijk centrum, dat we dat gaan meenemen in een verder onderzoek. En ik ben natuurlijk ook ervan overtuigd dat we de nodige financiële budgetten moeten zoeken. Ik hoor dat dat eventueel met privaat investeerders zou mogelijk zijn. Laat ons dat onderzoek voeren en laat ons terugkoppelen naar de commissie. Want de Vlaamse rand is zeker vragende partij. De lokale afdelingen of de lokale verenigingen zijn bereid om daarmee hun schouders onder te zetten achter dit mooie project. Ik dank u. Wie wens aan te sluiten? Mevrouw De Voe.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, ik ben blij met uw antwoord, vooral omdat het toch heel wat duidelijkheid verschaft in zaken dit dossier. Ik heb begrepen dat nu een voorstudie afgerond is, dat nu de haalbaarheidsstudie nog van start moet gaan. En ik kan alleen maar vaststellen dat in de media toch heel wat drukte werd gemaakt, enkel en alleen om een voorstudie. Mevrouw Segers. Die drukte in de media, daar heb ik eigenlijk alle begrip voor. Vorige week hadden wij een gedachtenwisseling met u en heeft u heel duidelijk aangegeven dat alle cultuurorganisaties voor 5 of 7% besparingen staan. Als u dan dezelfde week afkomt met een nieuw project dat weliswaar met privégeld zal gefinancierd worden, maar dat toch moet geëxploiteerd worden en dat nu rechtstreekse concurrentie betekent voor de reeds 20 cultuurorganisaties die daar in de omgeving zijn, dan wekt dat natuurlijk onrust. Ik zou graag willen weten, in de eerste studie staat al duidelijk aangegeven wat de exploitatie gaat kosten. Die gaat 3,6 miljoen kosten, 1,1 miljoen onderhoud en 5 miljoen werking, waarvan de helft uit subsidies moet gehaald worden. Hoe gaat u die in de begroting kunnen voorzien als u de andere organisaties vraagt om te besparen? Meneer Van Eyck. Ja, meneer de minister, ik heb ook mijn vragen over het project in zichzelf. We zitten toch in een buurt in Ruisbroek waar dat er toch al genoeg infrastructuren zijn op cultureel gebied. Er zijn alle cultuurhuizen of cultuurgemeenschapscentra in de rand. En dan heb je toch ook de nabijheid van Brussel, waar dat er toch ook een grote mogelijkheid is van cultuur te vinden. Ik denk aan de Beaux-Arts, ik denk aan alle grote zalen in Brussel, KVS. Mijn vraag blijft, ja, is het wel noodzakelijk om daar in de rand nog eens een groot scheeps project neer te poten? Het geeft me een beetje de indruk dat we nu op cultureel gebied een new place op commercieel vlak, dat we daar in noden willen zetten, dat we dat nu hier in de Zuidwestrand willen zetten. En is er wel ook een noodzaak om zulke culturele gebouwen te hebben als er al zoveel bestaan? Ik heb ook mijn vragen, zoals de collega zei, over wat zullen de werkingskosten zijn van zulk project? Minister Gats. Dank u wel voor de bijkomende vragen, collega's. Uiteraard, ik herhaal het nog eens, er is een voorstudie die de mogelijkheden van het project aangeeft. Er is nog geen haalbaarheidsstudie die uiteindelijk de levensvatbaarheid van het project concreet heeft bewezen. Hè. Ik denk dat dit mogelijk is, maar dit moeten we nu afwachten. Ik ga daarover geen debat voeren of geen conclusies trekken voor die haalbaarheidsstudie er komt. Zeer belangrijk, en dat is ook nog even aangekomen in de bijkomende vraag, of er een sterke private partner rond de congresfaciliteiten zal gevonden worden, is zeer belangrijk. Ik denk, collega Caron, maar de toekomst zal het uitwijzen, wanneer u en anderen met het concertgebouw destijds begonnen zijn, laten we zeggen, waren we nog niet zo ver als we nu zijn. We zijn nog niet heel veel verder, maar we zijn toch al verder in het concept van publiek-private samenwerking. Dus ik ga ervan uit dat we hier iets meer mogelijkheden hebben dan destijds. Maar de tijd zal een van ons daarin gelijk geven. Wat betreft de complementariteit met de noodzaak van andere initiatieven in de Vlaamse rand, daar stel ik natuurlijk wel voor dat uw collega Weitz in de commissie ook ten aanzien van zijn beleidsnota verder ondervraagt. En ik ben er ook van overtuigd dat dit verre van het enige project zal zijn dat in dat Vlaamse randbeleid aan bod zal komen. Maar daar zal hij u meer details over verstrekken. En tot slot, ik kan natuurlijk, want dat is ook onderwerp van de haalbaarheidsstudie, mevrouw Segers, nu nog niet zeggen wanneer ik middelen zal moeten inschrijven in een begroting binnen 4 of misschien maar binnen 5 jaar. Zover kijken we ook niet vooruit. We gaan eerst kijken wat de haalbaarheidsstudie brengt en dan zien we wel verder. U weet ook wanneer we rond de studie en het partnerschap dat we zullen moeten zoeken een conclusie hebben en dan mogelijk in de volgende fase komen rond lastenboeken en aanbestedingen, dat daar toch wel, en dat gaat zo nu eenmaal, daar is niets aan te doen, een aantal jaren overheen gaan. Maar wat ik wel verwonderlijk vind in uw antwoord, ik vind het een vreemde manier van oppositie voeren, als wij besparen is het niet goed en als wij investeren is het ook niet goed. Goed. Ja, nee, juiste. Meneer Caron, zo'n opmerking. Natuurlijk mocht je investeren, maar
We gaan ervan uit dat daar discussie en keuzes worden gemaakt die rationeel worden geargumenteerd. Maar wat ik u wil zeggen, twee dingetjes. Eén, weet die publiek-private samenwerking, die mantra, die begint eigenlijk eerlijk gezegd mijn oren uit te komen. En ik ken niet veel projecten die gelukt zijn op dat terrein. En in de cultuursector zou u echt een revolutie ontketen, mocht dat daar eens gebeuren. Dus spijt mij, maar misschien hebt u gelijk, maar ik geloof niet in sprookjes. Of toch niet meer, en zeker niet in Roodkapje. En het tweede is, ik wil het gezegd hebben, er zijn ook heel erg veel noden infrastructureel in cultuurhuizen in Vlaanderen. Vooral op vlak van renovatie, verduurzaming enzovoort. Denk aan de grote operagebouwen, maar denk ook aan die talrijke kleine cultuurcentra in het land, die 30, 40 jaar oud zijn en die ook op de rand van verkommering staan. En ik hoop dat u in het infrastructuurplan van FOCI daar ook aandacht voor hebt. Ja, voorzitter. Om te beginnen heel blij met de cultuurgoesting en de Vlaamse cultuurgoesting van meneer Van Eyken om dat uit te dragen. Dus als men dat vanuit de faciliteitengemeente nog wat versterkt, u brengt de boodschap over, dat is heel goed. Ik denk dat het goed is dat de ruis op het Ruisbroekdossier wat weg is, maar belangrijk dat we dat toch de volgende maanden, en we zullen dat zeker doen met collega Weitz, dat het breed bekeken wordt. Ik vind dat zo'n project eigenlijk past, geografisch en inhoudelijk, in de benadering voor heel de Vlaamse rand. En ik denk dat dat heel belangrijk is om al de andere aspecten ook die daarmee te maken hebben in ogenschouw te nemen. En we zullen dat consequent opvolgen in de commissie. Dank u wel, meneer Nevens. Ja. Ik stel voor dat we de goede elementen uit die voorstudie meenemen, dat we het traject verder zetten en de toekomst zal uitwijzen wat het beste is voor Ruisbroek en voor die omgeving om toch te investeren in een laagdrempelige, culturele, sociaal-economische omgeving. En het kan alleen maar beter zijn voor Ruisbroek en de bovenlokale omgeving. Dank je wel. Dat was meteen ook het eerste optredende plenaire vergadering van de heer Bart Nevens. Voor meneer Dooms geldt dat ook, maar je bent hier vroeger al geweest. Je bent weggegaan en je bent teruggekomen. Hè? Klopt toch, hè? Dank je wel. Dan krijg ik de dag mee om. Goed, de volgende actuele vraag is van de heer Joris Pochet. Spreekt dat goed uit? Tot de heer Geert Bourgeois, maar het is minister Gats die antwoord over naar aanleiding van een afgelaste schoolreis wegens vermeende terrorisme-dreiging. Over die imago in Brussel en Vlaanderen uiteraard. De heer Karel van Louwe en de heer Chris Janssens. Meneer Fauché, alstublieft. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, het afgelopen weekend stond er...
God daarom vooral op de boodschapper, maar op de boodschap zelf heeft men in feite niet gereageerd. En nochtans leeft bij een steeds groter wordend deel van de bevolking toch de vrees dat de dreiging van de islamitische terreur ook ons land, ook onze kinderen, ook onszelf zou kunnen raken. En nee, collega's, we mogen ons niet en nooit laten leiden door angst, maar we moeten die vrees van de Vlamingen wel ernstig nemen. En terzijde, die vrees wordt natuurlijk alleen maar aangewakkerd door een federale minister van Defensie die zich heldhaftig op de borst klopt voor het inzetten van F-16's in Irak, alsof hij ter plaatse zelf de bommen gaat droppen. Wat een onverantwoord gedrag van die man, meneer de minister. Maar wat de onveiligheid in Brussel betreft, er zijn inderdaad in het verleden al eerder incidenten geweest. Herinner u dat een vakbond, een socialistische vakbond dan nog wel, ze protesteerde tegen de verhuis van Vlaamse ambtenaren naar de site van Tour en Taxis, omdat die buurt te onveilig zou zijn. En nu is er dus ook die Vlaamse school die haar hoofdstad liever ontwijkt. Daarom zijn mijn vragen, meneer de minister, of is mijn vraag, hoe gaat de Vlaamse regering om met de toenemende vrees bij de Vlamingen voor terreur? Hoe reageert u op het feit dat men blijkbaar liever de Vlaamse hoofdstad vermijdt in plaats van haar te bezoeken? Minister Gats. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, u hebt inderdaad kunnen volgen, zo gaat dat deze dagen, dat ik mijn verbazing en mijn ontgoocheling tijdens het weekend geuit heb over de positie van de Hasseltse schooldirecteur via de sociale media. Maar dat zou natuurlijk niet volstaan en uit hoffelijkheid, en niet alleen uit hoffelijkheid, maar ook om een reële dialoog met die man tot stand te brengen, heb ik maandag jongstleden ook een brief aan hem gericht, zeer uitgebreid trouwens, om mijn bekommernis mee te geven en ook aan te dringen op een echt contact. Dat is nog niet gebeurd, ik zal dat proberen tot stand te brengen. Ik moet dat een beetje rust gunnen, ook vanuit een beetje weg van de camera's van de media. En dan zullen we wel zien wat daar uit voortkomt, enerzijds uit het contact zelf. Maar mogelijk, de deur staat nog altijd open voor deze klas om in Brussel op bezoek te komen. Er zijn trouwens spontaan enkele instellingen die zeiden dat zij hun deuren zomaar wilden openstellen. Het Belgisch Centrum voor het Stripverhaal, Studio Globo en ook de foyer met het gewoon vreemd paleis. Dus dat was heel leuk te horen, dat het niet alleen mijzelf ontgoochelde, maar toch ook vele anderen. Nu, over de terreurdreiging. Ik denk dat dit over meer gaat dan over de beeldvorming in Brussel, in België, in Vlaanderen en daarbuiten. Dit gaat over een emotioneel debat rond terreurdreiging, rond steekvlampolitiek en wat weet ik niet allemaal. Is er een terreurdreiging? Ja, wellicht wel. Hoe groot is ze? Niemand weet het. Wat we vandaag met zekerheid kunnen zeggen, is dat u, meneer Janssens, maar ik wens dat niemand toe, zonder ironie, dat u, de kans dat u in een verkeersongeluk terechtkomt groter is dan dat u het slachtoffer zal zijn van een terreurdreiging. Dus moeten we de zaken toch ook in een bepaald perspectief blijven zien. Ik denk trouwens dat dat ook gebeurd is in Hasselt zelf, waar de reacties van een aantal ouders veel gematigder waren en dat zij toch ook een beetje perplex stonden over de beslissing van de schooldirecteur. Dus ik neem aan dat er ook daar een bepaald gesprek lokaal wel zal plaatsvinden over de doelmatigheid van bepaalde beslissingen. Al kan ik zeker begrip opbrengen voor dat ene punt dat een schooldirecteur altijd met de veiligheid van zijn klas inzit. Daar kan ik hem op zichzelf niet, zou ik zeggen, dat kan ik hem niet een kwade duiden, maar de overreactie was er wel degelijk. Nu, de beeldvorming van Brussel in het algemeen, daar gingen de andere vragen over. Ik geloof niet in grootscheepse imagocampagnes. Die zouden geforceerd overkomen, die zouden zeer lang en met zeer veel geld moeten gevoerd worden, alvorens zij enig resultaat tot stand zouden kunnen brengen. En ik geloof eerder in het verder bouwen op het beleid dat er nu de voorbije jaren tot stand gekomen is. Ik geef enkele voorbeelden en we zullen de discussie ten gronde kunnen verder zetten naar aanleiding van mijn beleidsnota Brussel. Wanneer wij muntpunt, de bestaande rol, dat is een fysieke punt waar toch heel veel mensen uit Brussel, maar ook uit Vlaanderen en Wallonië dagelijks voorbij komen, verder kunnen uitbouwen, dan is dat een heel sterk antwoord in die richting. Wanneer wij ons Vlaams-Brussels mediaplatform met TV Brussel ook voor een stuk te zien op onze openbare omroep met FM Brussel, die dat toch een eind buiten Brussel te bereiken is met Brussel deze week, waar ook vele niet-Brusselaars op geabonneerd zijn,
en met Brussel Nieuws, dat wereldwijd kan geconsulteerd worden door het even wie die iets over Brussel wil weten, dan hebben wij toch een aantal instrumenten om die beeldvorming ook mee te bepalen. En daarnaast zijn er nog heel veel kleinere initiatieven van organisaties die wij ondersteunen, maar ook de Brusselse overheden, meneer Van Louwen, die dagelijks Vlamingen in contact brengen op een heel positieve manier met onze hoofdstad. Ik geloof dus meer in de fijnmazigheid van die vele kleinere initiatieven en ook een aantal grotere, zoals Muntpunt en ons Vlaams-Brussels mediaplatform, om dat beeld dat inderdaad moeilijk blijft om te buigen. Dat is een Sisyphus-arbeid, hè? Maar wij versagen niet. Hè? En wanneer u daar in het kader van de beleidsnota goede suggesties rond zou hebben, dan zullen wij die met plezier meenemen. Meneer Poche. Dank u wel, meneer de minister. Het is inderdaad een probleem van perceptie. We zien dat in de laatste officiële cijfers van de federale politie bijvoorbeeld de criminaliteit over heel België zakt met 3,5 en in Brussel met 6,4. Dus de criminaliteit daalt sneller. Niemand weet dat. Slecht nieuws verkoopt nu eenmaal beter dan goed nieuws. De media is inderdaad heel belangrijk. Ik hoop dat de besparingen rond de VRT geen impact zullen hebben op de doorstroming van informatie vanuit TV Brussel naar de Nationale Omroep. Ik weet dat heel veel mensen daarin geïnteresseerd zijn. En die tonen ook een andere kant van Brussel, een levendige kant waar mensen elkaar kennen, waar mensen trots zijn op hun stad. En ik zou zeggen, kom in Brussel wonen, minder files. Dank u. Meneer Van Louwen. Dank u wel. Dank u inderdaad. Dank u, meneer de minister, voor... Ik dank u inderdaad, meneer de minister, voor uw toelichting en de verschillende voorstellen die er al gedaan zijn, ook de verschillende initiatieven die er bestaan. Inderdaad, de Vlaamse-Brusselse media probeert met de verschillende kanalen, Brussel deze week, dat in alle metro's en treinstations ter beschikking is, een ander beeld op te hangen. Natuurlijk kunnen we niet ontkennen dat er ook wel bepaalde problemen zijn. Vlaanderen doet bepaalde stappen. U hebt ernaar verwezen dat inderdaad die andere overheden hier ook hun verantwoordelijkheid in moeten nemen. Ik zou daar blijven op aandringen vanuit Vlaanderen, u als bevoegd minister, erop te wijzen dat ook die lokale overheden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en kunnen aantonen dat dit een mooie stad is, dat dit een leefbare stad is, maar dat tegelijkertijd ook die problemen niet ontkend worden. Die bestaande problemen die zorgen namelijk voor dat subjectief gevoel van onveiligheid dat hier bestaat. Maar ieder moet vanuit zijn bevoegdheden wel de stappen zetten om dus dat subjectief onveiligheidsgevoel daadwerkelijk te kunnen omturnen in een positief gevoel hier voor deze stad. Ja, meneer minister, ik ben geen doemdenker. Is alles kommer en kwel in Brussel? Nee, natuurlijk niet. Maar collega Pochet, om het te beperken tot een perceptieprobleem, dat is natuurlijk wel heel kort door de bocht. Hè. Want meneer de minister, u heeft gezegd, u bent bereid om die leerlingen in Brussel rond te leiden. Gaat u hen ook rondleiden in Kuregem of in Sint-Jans-Molenbeek of in andere buurten waar het schieten met oorlogswapens volgens oud-burgemeester Tielemans maar een feit divers was? Gaat u met hen de metro nemen aan het metrostation Graaf van Vlaanderen? Of gaat u met hen wandelen aan de Ninofse Poort in Molenbeek, waar hun lerares mogelijk wordt uitgescholden omdat ze geen hoofddoek draagt? Meneer de minister, het is inderdaad geen probleem van perceptie. Als Brussel een imagoprobleem heeft, dan heeft dat te maken met het falende beleid van de voorbije jaren. Dan heeft dat te maken met de toenemende criminaliteit, met de oprukkende islamisering, met de toenemende werkloosheid, met de stijgende armoede. Indien men deze problemen van Brussel niet wil erkennen, zoals het beleid in Brussel al vele jaren doet, dan zal men ze evenmin kunnen oplossen. Wenst iemand aan te sluiten? Meneer Bajaar, spreekt dat goed uit? Zeer goed. Bajaar of Bajaar? Bajaar. Bajaar. Meneer de voorzitter, meneer de minister, als Brusselaar wens ik mij voor eerst voor een stuk aan te sluiten bij de gestelde vragen en kan ik deze ook kaderen en plaatsen. Weliswaar wil ik een belangrijke kanttekening maken. De situatie van Brussel is niet te vergelijken met andere Belgische steden en in het bijzondere met Vlaamse steden. Met haar 1,2 miljoen inwoners is Brussel veruit de grootste stad van het land, naast de mooiste trouwens. De stad is niet alleen
een werkstad voor zoveel pendelaars, expats, diplomaten, studenten, ambtenaren. De rijke geschiedenis in combinatie met de diversiteit maakt van de stad een bijzonder interessant laboratorium, maar ook een cosmopolitische plek bij uitstek. Dus ik wil eerder een oproep doen aan over Brussel. Alle Vlamingen om zoveel mogelijk naar Brussel te komen, de stad te bezichtigen en met de mensen te praten. Goed, dat is duidelijk. Volgens mij is dit de enige manier om een eventueel imagoprobleem op te lossen. Dank u. Mevrouw Idrissi. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil de heer Svengats danken voor zijn eigenlijk heel snelle reactie. Hij had op Facebook heel snel de directeur van die school uitgenodigd tot een gesprek. Dus ik denk dat dat zeer goed is. Maar ondertussen hebben we wel imago-schade geleden. In die zin dat overal in alle kranten stond eigenlijk... school gaat niet naar Brussel wegens terrorisme-dreiging. En op hetzelfde moment was er wel een schooltje uit Kortrijk die het wel aangedurfd heeft om naar Brussel te komen. En helaas heeft dat veel minder de nationale media gehaald. Wel de lokale, maar niet de nationale media. Waar ik een beetje op mijn honger blijf zitten, u hebt de schooldirecteur aangeschreven, maar eigenlijk zou ook de minister van Onderwijs moeten reageren en stappen moeten ondernemen naar die directeur. En ik weet niet of dat u binnen de regering ook contact hebt opgenomen met de minister van Onderwijs. En verder zou ik, en dan sluit ik af, de plannen die u naar voren schuift, in verband met Muntpunt en de Vlaams-Brusselse media, ik denk dat dat ontoereikend is, maar we gaan daar zeker het debat nog kunnen voeren in de commissie Brussel. Ja, een van de vorige sprekers heeft Brussel bijna als een oorlogsgebied afgestempeld. Op die moment voel ik van ik moet hier toch tussenkomen. Ja, er zijn veiligheidsproblemen in Brussel. Ja, er zijn samenlevingsproblemen in Brussel. Maar nee, dat is geen reden om niet naar onze hoofdstad af te zakken. Er wonen hier meer dan 1 miljoen mensen. Ik voed mijn eigen kinderen hierop in deze stad. En met mij nog heel veel andere ouders. En Brussel is een mooie stad om te zoeken. Een rijk stad om te zoeken, die zou gezegd worden. En meneer de minister, ik reken op u. Ik ben inderdaad blij dat u snel hebt gereageerd en u deelt mijn hart voor Brussel. En ik reken op u om enerzijds binnen de regering Brussel te verdedigen, maar vooral een ambassadeur te zijn van Brussel. Om wanneer u in Vlaanderen komt, wanneer u buiten de grens van Brussel komt, om uit te leggen wat Brussel is, hoe Brussel is. Want wij weten met z'n allen dat dit een mooie stad is, een warme stad is. En dat het bezoeken van Brussel via stadsklasse een kans is en geen bedreiging. Daarom dat ze ook gesubsidieerd worden door Brussel. Minister Gaals. Ja, dank u voorzitter en collega's voor de bijkomende vragen. Inderdaad, er zijn problemen binnen Brussel, zoals er ook problemen zijn in andere steden. En inderdaad, wij moeten daar dagelijks aan werken met de verschillende andere overheden. En dat gebeurt ook meer dan sommigen zouden denken. Ik heb wel het gevoel dat wanneer er een incident van enige omvang, en dit was zelfs maar een verre echo uit Hasselt, maar wanneer er een reëel incident bestaat of ontstaat in Brussel, dat dat veel zwaarder aan de stad wordt aangerekend dan wanneer er een incident in een andere stad ontstaat, wanneer er dus een zwaar crimineel feit, en jammer genoeg gebeuren die, in Brussel gebeurt, dan wordt er meteen een Brussel-debat gevoerd, terwijl ik nog nooit een Antwerpen-debat of een Gent-debat daarover gevoerd heb. Dus in die zin laten we niet met twee maten en twee gewichten werken en ook een beetje in de rationaliteit blijven. Wat ons daarbij kan helpen, collega's, is steeds op lange termijn te blijven werken. En een van de instrumenten die daar volgens mij zeer dienstig voor zijn, is het instrument van de stadsklasse. Ik heb in 2005 lag ik aan de basis van het beleid rond de stadsklasse. Ik heb daar een luisterend oor, in tegenstelling tot nu, bij minister Marino Keulen, toenmalig minister Marino Keulen, gevonden om het beleid rond de stadsklasse vorm te geven. En dat is iets waarbij je elk jaar een aantal honderden kinderen naar Brussel kan krijgen. Het moet trouwens niet alleen in Brussel gebeuren, kan ook leuk in andere steden zijn. En dat is, meneer Janssens, het epicentrum van die stadsklasse ligt bijvoorbeeld in Molenbeek, in de Werkhuizenstraat, in de lokalen van Yes, Jeugd en Stad, dicht bij het kanaal. Misschien is het zinvol dat u ook eens op stadsklas komt. En die kinderen krijgen dus een heel realistisch en genuanceerd beeld van Brussel. Die gaan heus niet alleen
tikkertje spelen in het Warandepark of in het Soniewoud, die krijgen een beeld van Brussel zoals het is, met context, met een aantal zaken van hoe de stad is, net zoals zij. Ja, en zo moeten we dat met kinderen van een beetje verder helaas doen, net zoals zij in bosklassen in een bos leren rondlopen en op C-klasse de zee beter leren kennen. En die, dat lange termijnwerk, gekoppeld aan de dingen die ik al in het eerste deel van mijn antwoord gegeven heb, die zullen er finaal voor zorgen dat wij wel een heel groot deel van de publieke opinie in Vlaanderen bereiken, die dan gewoon ter plaatse kan vaststellen wat voor een mooie stad Brussel kan zijn of ook daadwerkelijk is. Dank u wel. Tot opmerking, meneer Pochet. Ja, dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord. Ik denk dat wij, de Brusselaars en andere mensen die deze stad een warm hart toedragen, u aanvoelen delen dat er soms wel een grotere gevoeligheid bestaat ten opzichte van slechte feiten, slecht nieuws uit Brussel tegenover andere grote steden. Ik reken op u en eigenlijk op de hele Vlaamse regering om die perceptie die leeft bij de Vlamingen toch een stukje dichter bij de werkelijkheid te brengen. En dan hoop ik dat we niet vaak meer dergelijk debat moeten voeren. Dank u. Meneer Van Louwen. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de minister. U hebt inderdaad verwezen naar andere steden en meestal zijn er hier dan geen discussies of debatten over problemen. Het grote verschil natuurlijk is dat Brussel verschillende overheden heeft die hier hun verantwoordelijkheid dragen. En dat het erop aankomt, als we hier bepaalde problemen willen aanpakken, als we die negatieve beeldvorming willen veranderen, dat die verschillende overheden moeten samenwerken om daar dus een positief beeld uit te krijgen. U hebt ook verwezen naar inderdaad het project van de stadsklasse van dus de vereniging Yes. Het is een mooi initiatief, wat u daar straks zei, een fijnmazig initiatief. Maar tegelijkertijd moeten er toch ook structurele maatregelen genomen worden, zodat dergelijke zaken zoals in het weekend eigenlijk gebeurd zijn, niet meer zouden gebeuren. Ik dank u. Meneer Jans, slotopmerking. Meneer de minister, het was niet zozeer een verre echo uit Hasselt van wereldvreemde Limburgers die hun hoofdstad niet kennen, meneer de minister. Een verre echo, meer heb ik niet gezegd. Dat de dreiging van islamitische terreur een deel van de Europeanen en dus ook van de Vlamingen in haar ban heeft door de dagelijkse berichtgeving over onthoofdingen en andere barbaarse praktijken staat natuurlijk buiten kijf. En de Vlaamse regering kan daar alleen maar op reageren door dergelijke barbaarse praktijken streng te veroordelen, maar ook door de radicalisering van moslimjongeren, door het toenemende moslimextremisme in onze steden een halt toe te roepen, door te veroordelen dat er terroristen en terrorisme in Vlaanderen aanwezig zou zijn, door Vlaanderen te laten zien, door de Vlaming te laten zien dat Vlaanderen niet zal buigen voor enig terrorisme, islamitisch of van een andere soort. Goed, dankjewel. Dankjewel, minister. Laatste actuele vraag is van de heer Bart van Wal tot de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed over de doorlichting van het Belgisch beleid ten aanzien van personen met een beperking door een VN-comité. Komt. Rustig. Misschien. Dus u kent dat. Meneer Van Malderen. Dank u, meneer de voorzitter, meneer de minister-president, collega's. Vlaanderen heeft er zich via een VN-verdrag toe verbonden om elke Vlaming, en dan in het bijzonder ook mensen met een handicap, volwaardig voor de volle 100% te laten deelnemen aan onze samenleving. Dat betekent praktisch dat ook kinderen met een handicap moeten terecht kunnen, net als alle andere kinderen, in ons onderwijs. Dat betekent dat mensen die een handicap hebben ook aan de slag moeten kunnen gaan. En niet omdat ze een handicap hebben, alleen maar in beschutte werkplaatsen. Dat betekent dat iedere persoon met een handicap ook zijn eigen woonst zou moeten kunnen kiezen. Nu, we hebben dat VN-verdrag onderschreven. En de vaststelling is dat afgelopen vrijdag de VN een rapport heeft vrijgegeven, waaruit dat blijkt dat Vlaanderen op elk van die domeinen behoorlijk nog wat stappen te doen heeft. Er is van alles voorzien voor mensen met een handicap, maar de inclusie, het volwaardig deelnemen aan de samenleving, daar zijn we nog ver van. Er wordt verwezen naar de wachtlijsten in de zorg en bijvoorbeeld de vaststelling dat wachtlijsten voor mensen met een persoonlijk assistentiebudget dubbel zo snel oplopen dan wachtlijsten in residentiële voorzieningen. Maar het gaat veel verder.
Het gaat over openbaar vervoer, het gaat over toegankelijkheid, het gaat over de lage tewerkstellingsgraad van mensen met een handicap. Allemaal stappen die Vlaanderen nog zou moeten zetten. En de uitdaging voor u is evident, want de volgende evaluatieperiode, die is in 2019. Laat dat nu net het einde zijn van deze legislatuur. En die heeft bij deze eigenlijk een perfecte nulmeting om te gaan zeggen van, kijk, we staan nu hier, in 2019 willen we daar staan. En de VN-commissie roept eigenlijk de overheid, en die vraag is, in Vlaanderen en in België op, om werk te maken van een geïntegreerd, van een coherent plan, zodanig dat die inspanningen gebundeld worden en dat je die noodzakelijke stappen tegen 2019 ook zou kunnen zetten. En mijn eenvoudige vraag is dus, meneer de minister-president, wanneer mogen wij dat plan verwachten? Minister-president. Dank u wel, voorzitter. Collega's, uw parlement heeft inderdaad in 2009 het VN-verdrag in zaak de persoon met een handicap goedgekeurd. Dat verdrag voorziet erin dat er vierjaarlijks een evaluatie gebeurt. De eerste keer binnen 2 jaar. De aanbevelingen die nu verstrekt zijn, zijn een uitvloeisel van dat eerste rapport. Dat is in 2011 opgemaakt onder de vorige regering, collega Van Malderen. Daar is na dat voorrapport heel wat overleg geweest met de federale staat, met de deelstaten. En dat heeft er nu toe geleid inderdaad dat op 3 oktober het VN-comité aanbevelingen geformuleerd heeft. Het gaat over aanbevelingen, ik wil dat beklemtonen. Het gaat niet over een veroordeling. Het gaat zelfs niet over bindende aanbevelingen. En u verzwijgt natuurlijk wijselijk de positieve evaluatie, de positieve elementen die daarin staan. Er zijn heel wat stappen gezet, zoals u weet, door deze en vooral door de vorige regering, in verband met inclusie. Die aanbevelingen gaan heel breed. Ik ga ze niet allemaal opsommen, het zijn er veel. Eén ervan is om te komen tot een actieplan. Anderen hebben betrekking op de inhoud, op de toegankelijkheid, op onderwijs, op de tewerkstelling enzovoort. Dat is een aanbeveling van 3 oktober. Mijn administratie, Internationaal Vlaanderen, verspreidt dat rapport, verspreidt die aanbevelingen nu bij alle administraties. Alle administraties, de ministers, moeten dit nog allemaal bestuderen. Het is evident dat we pas een antwoord kunnen geven op uw vraag nadat we dit gecoördineerd hebben kunnen bekijken. Dat we zien welke stappen er eventueel moeten nog genomen worden. Actieplan is een middel, collega. Actieplan is geen doel, is ook geen verplichting uit dat VN-verdrag. Dat is een aanbeveling. Ik zeg daar niet ja of niet nee op. Ik zeg alleen dat is een middel om een doel te bereiken. En u weet dat wij heel klare doelstellingen hebben met deze regering. En we gaan dus zo snel mogelijk, nadat we alles hebben kunnen bekijken, zien welke conclusies, niet alleen in zaken middel, maar ook in zaken doelstellingen betrekken uit die aanbevelingen. Meneer Van Malderen. Meneer minister-president, u hebt wel heel veel woorden nodig om te zeggen dat u eigenlijk er niet uit bent of u wel zo'n coherent actieplan wil. U gaat nu die aanbevelingen, en het proces loopt al van 2011, u had eigenlijk alle tijd gehad om dit voor te bereiden, hè. Maar u hebt dat niet gedaan. De reden dat we deze vraag stellen is ook omdat we nergens in het regeerakkoord of in de septemberverklaring één zin kunnen vinden hebben dat er zo'n plan zat aan te komen. Nochtans lijkt het mij bijzonder aangewezen dat als je heel deze samenleving moet gaan mobiliseren en dat gaat over vakministers heen, ja, dat je dan ook heel die regering mobiliseert en dat er zo'n coherent plan zou moeten komen waarin dat je heel duidelijke doelstellingen vastlegt. Dit is meer dan alleen maar een actiemiddel voorzien. U hebt terecht gezegd, meneer de minister-president, dat er de vorige legislatuur belangrijke stappen gezet zijn die vandaag uitvoering nodig hebben. En uw track record van deze regering baart mij op dat vlak eerlijk gezegd wel zorgen. Want als u bespaart op openbaar vervoer, dan zijn het wel eerst de mensen met een handicap die daar last van hebben. Als u bespaart op werkingsmiddelen in onderwijs, dan is dat nefast voor de inclusie in onderwijs. Dus eerlijk gezegd, uw teller staat volgens mij op rood, meneer de minister-president. Wie wenst aan te sluiten? Mevrouw Van der Vloed. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Er staat wel, misschien wel niks van het plan in het regeerakkoord, maar er staat zeker wel woorden zoals inclusie en autonomie en zo verder in het regeerakkoord. En daar zijn wij natuurlijk al zeer tevreden over. Nu is wel nog een bijkomende vraag. Uit het verslag komt er ook uit dat er gebrek is aan relevante indicatoren en cijfermateriaal die de voortgang van de inclusie monitoren. En nu is de vraag of dat bijvoorbeeld ook nog wel in de toekomst kan toegepast worden, dat daar meer cijfermateriaal en indicatoren voor inclusie naar voren kunnen geschoven worden.
Dank u wel, mevrouw Van der Brand. Ja, als het gaat over woorden die niet ofwel in het regeerakkoord zijn, is er een heel belangrijk woord dat ontbreekt, dat is het woord zorggarantie. Dat betekent dat mensen, en ik sprak vorige week zo nog met een vrouw, die alleen was komen te staan en daardoor de zorg voor haar gehandicapt kind niet meer kon opnemen. En zij zei van, ik heb jaren alles gedaan voor mijn kind en ik zal het blijven doen, maar op het moment dat het niet meer kan, ga ik ervan uit dat de regering, dat de overheid er staat om die zorggarantie te bieden, om te zorgen dat er zorg is voor mensen die het nodig hebben. En vandaag is dat er niet. En u zegt van ja, dit is geen veroordeling van de VN, dit is maar een aanbeveling. We hebben wel degelijk veroordelen gehad door Belgische rechters over het gebrek aan middelen, over het gebrek aan steun voor mensen met een handicap. Hoeveel van die veroordelingen hebt u nog nodig om echt een geloofwaardig beleid op poten te zetten? Waarop wacht u nog om een plan, een concreet, cijfermatig plan op tafel te leggen? Wij vragen dat, mijn groen SPA vraagt, de VN vraagt het. Waar blijft dit plan? Dit is dringend, dit is urgent. Minister-president. Dank u wel, meneer De Voorst. Wel, ik moet zeggen... Mevrouw Jans, nee, alsjeblieft. Dank u wel, voorzitter. Ik zou toch even willen tussenkomen wat die zorggarantie betreft. In de sector personen met een handicap hebben wij op het einde van de vorige legislatuur het decreet gestemd dat niet enkel de financiering, maar de complete organisatie van die sector ingrijpend zal veranderen. En het basisuitgangspunt van dat hele decreet en van de wijzigingen die eraan staan komen, vanaf 1 januari 2015, is net die zorggarantie. Zorggarantie is de essentie van het perspectiefplan 2020. Al 5 jaar wordt verwezen naar een decreet met geen concrete maatregelen. 1 januari 2015, dan zal het decreet in werking treden. Dan zullen we dat voor alle partners, voor alle voorzieningen, voor alle PHB, voor iedereen op de wachtlijst, geleidelijk aan invoeren. En de budgetten die tot nu toe bekend zijn gemaakt, en waar dat ook in de septemberverklaring duidelijk naar werd verwezen, die geven aan dat zorggarantie en het beleid voor personen met een handicap echt een cruciaal iets is, een prioriteit van deze regering. En het moet mij toch van het hart, wanneer ik het verslag lees, en zeker ook de mediaberichten rond wat het VN-comité heeft opgesteld, goed, dat ik mij de vraag stel of we niet moeten uitvoeren wat hier is beslist en gestemd, maar goed, dat we opnieuw een heel groot overlappend theoretisch plan moeten maken. Ik pleit voor uitvoering en voor de besteding van de budgetten. Goed, dank u wel. Minister-president. Ja, dank u wel, meneer De Voorst. Wel, collega's, ik ben hier blij met de tussenkomst van collega Jans. Dat is wat ik ook misschien in korter bewoordingen gezegd heb daarstraks. Het komt erop aan dat je beleid ontwikkelt, dat je beleid voert. En in die zin, collega Van Maalden, ben ik compleet verrast door uw tussenkomst natuurlijk. Ik zou u de bal kunnen toespelen. U zegt, wat is er gebeurd sinds 2011? Ik kan u zeggen, wie was toen minister voor gelijke kansen? Wie was toen minister bevoegd voor onderwijs? Laat ons toch op die manier wil toch een beetje geloofwaardigheid behouden. En ik ben de eerste om te zeggen dat de vorige regering, ook collega Smet, op dat vlak beleid gevoerd heeft, onder andere door werk te maken van inclusief onderwijs. Dat collega Jo van Deurs op dat vlak beleid gevoerd heeft door werk te maken van persoonsvolgende financiering. En als u het rapport helemaal leest, dan zult u ook zien dat er pluimen gegeven worden, vooral die stappen die vooruitgezet zijn. En dus het komt erop aan om beleid te voeren. En als u dan toch refereert aan het regeerakkoord, collega's, wel, dan wil ik nog eventjes zeggen dat dit regeerakkoord gaat voor inclusie, voor autonomie, voor zelfbeschikking, maar ook voor persoonsvolgende, voor persoonsgebonden financiering, hulp en zorg. En ik heb dat hier ook gezegd toen we de septemberverklaring besproken hebben. Ten tweede, het regeerakkoord gaat voor integrale toegankelijkheid, niet alleen in gebouwen, ook in communicatie, ook in zaken andere dienstverleningen. Wel, we gaan dat beleid uitvoeren. En er zijn stappen gezet in de vorige periode en we gaan daar ook op doorgaan. Moet daar nu een actieplan voor komen? Ik zeg niet nee, ik zeg niet ja. En ik vind het heel flauw dat u zegt, oh, u kunt daar nog niet eens op antwoorden. Wel, collega, dit zou pas niet ernstig zijn. Dit is een aanbeveling van 3 oktober. Laat toch tenminste de kans aan de administraties allemaal om dat rapport, om die aanbevelingen ten gronde te bekijken, te zien wat daarop betrekking heeft voor Vlaanderen. Want het is een rapport, dat zijn aanbevelingen aan België. Hè? Dit zijn geen aanbevelingen aan Vlaanderen, dit is een rapport met aanbevelingen aan België.
Deze regering, dit parlement, hebben belangrijke stappen gezet daarin. Wel, elk van die administraties, in zaken onderwijs, in zaken werk, in zaken gelijke kansen, zal dit rapport bestuderen. Daarna gaat de regering kijken welke acties er moeten ondernomen worden. Nog eens, het verdrag legt die verplichting tot een actieplan niet op, legt natuurlijk wel beleid op en dat gaan we ook voeren. Dit staat ook met zoveel woorden in dat regeerakkoord en we gaan dat dus inderdaad doen, collega's. En laat ons dus die zaak met ernst bekijken. En ik weet, u verwijst ernaar dat mensen met een handicap ook werk moeten kunnen hebben op andere plaatsen dan in een beschutte werkplaats. Maar als ik het rapport lees, heb ik het gevoel dat een beetje de teneur is dat iedereen, en ik ben een grote voorstander van een inclusieve samenleving, maar niet iedereen kan werk hebben in een reguliere jobomgeving. Niet iedereen kan helaas in het reguliere onderwijs terecht. Zie eens wat weerstand er al ontstaan is in het onderwijs ten opzichte van het decreet dat we goedgekeurd hebben. En laten we dus daar samen werk van maken met een goede, met een goed evenwicht daarin. En als dat de teneur is, dat iedereen moet in het reguliere circuit zijn, dan zeg ik u, dit is ontkennen van de werkelijkheid. Dit kan gewoon niet. Ga naar beschutte werkplaatsen. Spreek met de mensen op het terrein. Wel, die gaan u zeggen, hier zit een aantal mensen dat alleen maar in deze omgeving, alleen maar in deze beschermde omgeving, inderdaad tot ontplooiing kan komen. En nog eens, wij gaan met deze regering, het staat in het regeerakkoord voor een inclusieve samenleving, maar je moet dit met de realiteitszin bekijken, je moet dit bekijken met de ogen die gericht zijn op de hele brede samenleving. Het regeerakkoord is duidelijk. We gaan beleid voeren. Een actieplan is een middel. Is een middel. Kan een goed middel zijn. Kan een middel zijn waar we niet voor kiezen. Ik zeg daar vandaag niet ja, niet nee op. Geef tenminste de tijd aan deze regering, aan onze administraties, om daar akte van te nemen, om dat te bestuderen en dan conclusies te trekken. Slotopmerking, meneer Van Malderen. Ja. Meneer de minister-president, u probeert er u van af te maken door van bepaalde vragen een karikatuur te maken die helemaal niet vermeld zijn en die er niet in zijn. U spreekt met twee tongen. U probeert goedkoop applaus te krijgen door te verwijzen naar de vorige ploeg, waar u trouwens zelf bij zat, om vervolgens te zeggen dat die vorige ploeg wel goed werk geleverd heeft. En meneer de minister-president, wat mij het meeste stoort, dat is dat u hier met woorden inclusie komt beleiden, maar dat uw daden helemaal anders zijn. Die zijn helemaal anders. U weigert om hier vandaag het engagement aan te gaan, om er echt werk van te maken, omdat het eenvoudig voor iedereen helder is dat het trackrecord van deze regering op die hele korte tijd de klok terugdraait. Nogmaals, u bespaart op openbaar vervoer. Eerste slachtoffer zijn de mensen met een handicap. U bespaart op werkingsmiddelen voor onderwijs, nefast voor inclusie. We wachten al 5 jaar op de maatregelen van minister Muiters om ervoor te zorgen dat de schandelijke cijfers, die het laagste zijn van heel Europa, qua tewerkstelling voor mensen met een handicap, worden aangepast. Eerlijk gezegd, ik geloof er niet meer in. Mijn simpele vraag die ik u stel, meneer de minister-president, gelooft u het zelf nog wel? Goed. Daarmee zijn alle actuele vragen afgehandeld. Dames en heren, de orde is nu de motie van de dames Elisabeth Meuleman en Elke van den Brand, het onderzoek door het Rekenhof naar de financiering van het hoger onderwijs. De bespreking is geopend. Wie vraagt hierover het woord? Mevrouw Meuleman. Zijn er nog andere tussenkomsten? Alleen meneer Van Dijk. Goed. Ah, sorry meneer De Potter. Ah, sorry. Fijn. Zeer goed. U heeft een half uur, maar dat moet niet hoor. Ja, maar ik ga toch mijn tijd nemen, voorzitter. Maar dat is een goed recht. Om eens rustig uit te leggen en u te proberen overtuigen waarom mijn motie en mijn vraag naar een onderzoek in verband met de financiering van onze universiteiten en hogescholen, waarom ik denk dat dat een goed idee is. Ik denk dat jullie allemaal weten en beseffen, of toch de mensen die het hoger onderwijs wel hebben gevolgd, dat het financieringsprobleem van ons hoger onderwijs, dat niet van gisteren is. Dat sleept al een tijdje aan. Er zijn de vorige legislatuur een aantal problemen geweest. We hebben de actiegroep hoger onderwijs gehad, die zich serieus vragen stelde en eigenlijk toch wel wat commotie teweeggebracht heeft, omdat men zei de manier waarop de hogescholen en universiteiten nu gefinancierd worden op basis van het aantal publicaties, waardoor er een enorme publicatiedruk is en waardoor het onderwijs en de maatschappelijke taak van de hogescholen en universiteiten, waardoor we die niet meer kunnen vervullen, die hadden serieuze vragen over het financieringssysteem.
We hebben het hele inkantelingsverhaal gehad in de vorige legislatuur, waarbij hogescholen en een deel van de opleiding werden ingekanteld in de universiteiten. Ook dat bracht kosten met zich mee en had financiële gevolgen die we op dat moment niet helemaal in kaart konden brengen. We hebben de toename gezien van de studenten, exponentieel. Heel wat studenten zijn erbij gekomen, maar de financiering is niet gevolgd. Het resultaat is overvolle aulas, professoren die het aantal studenten niet op een kwalitatieve manier kunnen begeleiden. We zien de gebouwen van de universiteiten, de aulas, die het aantal studenten ook niet meer kunnen slikken. Studenten die op de trappen zitten, allerlei problemen die de kwaliteit van ons hoger onderwijs toch wel echt onder druk zetten op dit moment. Wat zegt de Vlaamse regering bij het begin van de nieuwe legislatuur? Wij vinden toch dat er nog wat kan bespaard worden op het hoger onderwijs. Wij gaan nog eens 80 miljoen inspanningen vragen van het hoger onderwijs om onze rekening te doen kloppen. Dus ook van onze studenten willen wij nog een extra inspanning. En dan komen er allerlei pistes, directoren of andere mensen uit universiteiten en hogescholen naar voorschuiven. Ook de Vlaamse regering die zegt, waarom niet het inschrijvingsgeld verhogen? Wij laten het u toe. Je kunt het inschrijvingsgeld verhogen en op die manier het gat een stuk dichtrijden. Haal het geld bij de gezinnen, haal het geld bij de mensen. Een aantal rectoren vindt dat toch niet zo'n superpiste en zeggen van waarom geen bindende oriënteringsproef invoeren. Op die manier gaan we toch heel wat studenten weren en dan zullen onze aulas ook overvol zitten. Ik weet niet of dat een supergoeie piste is. Dan zijn er rectoren die zeggen laat ons de externe kwaliteitszorg. Misschien kunnen we daar nog wat op besparen. Uiteindelijk is dat misschien toch een bende pottenkijkers hier in onze instellingen. En misschien moeten we daar wat geld zoeken. Allerlei pistes, de een al waar dan het andere, maar waar toch volgens mij een serieus debat moet over gevoerd worden. Wij hadden dan ook echt vanuit de intentie om te zeggen van laat ons de hele discussie nu eens objectiveren. Een motie voorgesteld met een aantal onderzoeksvragen, objectieve onderzoeksvragen aan het Rekenhof. Die vragen zijn bijvoorbeeld, hoe kan het budget aangepast worden, het budget voor universiteiten en hogescholen, aan de stijgende noden die er echt wel zijn in ons hoger onderwijs. En ook, hoe kan het efficiënter? Wat kunnen we bijvoorbeeld doen met nieuwe technologieën, nieuwe technische mogelijkheden? Is daar al een zicht op? Nee, dat is er niet volgens ons. Hoe zorgen we dat middelen efficiënt worden ingezet om het doel van de democratisering van het hoger onderwijs te vrijwaren? Toch nog altijd een belangrijk streven volgens ons. Maar ook kunnen we nog verder gaan op de piste van de rationalisatie. Zijn er vormen van overaanbod, overlapping? Is er misschien sprake van overdreven concurrentie tussen instellingen? Kunnen we op dat vlak misschien rationaliseren en efficiëntiewinsten boeken? De besteding van de middelen van hoger onderwijs aan recruteringscampagne, public relations. Je ziet soms bussen rijden met reclame van bepaalde instellingen. Je ziet dat concerten gesponsord zijn. Is dat een taak van onze hogere instellingen? Is dat een goede manier van besteden van middelen? Een legitieme vraag, denk ik, die we ons kunnen stellen. De hamvraag van de vorige legislatuur. Wat is de verhouding tussen onderzoek en onderwijs en de middelen die daaraan besteed worden? Hoe zit het met die outputfinanciering en blijven er nog voldoende middelen over voor kwalitatief onderwijs voor die maatschappelijke dienstverlenende taak? Zeer belangrijke vraag, denk ik. De financiering, dan een aantal vragen over de infrastructuur. Rationeel gebruik van onze onderwijsinfrastructuur. Samenwerken op vlak van gebruik van infrastructuur. Nu heb je zeer veel hogescholen, elk met bepaalde laboratoria. Er is geen gedeeld gebruik. Dat zou er kunnen komen. Wij denken dat dat nuttig zou zijn om dat te onderzoeken. Multifunctioneel gebruik. Privaat-publieke samenwerking, daar is ook sprake van op dit moment binnen universiteiten, maar dat is niet ongevaarlijk, denk ik. Als je te veel gebruik maakt van private financiering in universiteiten, hoe ga je dan de onafhankelijkheid van je onderwijs garanderen? Ik denk dat dat een vraag is die te onderzoeken waard is. En tenslotte ook een vraag over die kwaliteitscontrole. Kan de verantwoording die instellingen voor hoger onderwijs afleggen aan de overheid en de maatschappij efficiënter worden georganiseerd? Zonder de administratieve rompslomp die er absoluut is, denk ik. Maar moeten we daarbij die externe kwaliteitszorg toch niet blijven behouden op zijn minst? Daar moet daar geen debat over gevoerd worden. Dus een reeks van vragen, denk ik, die ik vorige week ook al
had gesteld. Nu, vorige week, meneer Van den Heuvel, was uw antwoord, want u heeft al een beetje antwoord gegeven op mijn motie. U heeft gezegd, dat is niet nodig, mevrouw Meuleman, dat onderzoek, want dat onderzoek loopt. Enerzijds zijn er onderzoeken geweest van het Rekenhof. Hè. Nu, u heeft zelf aangegeven, die onderzoeken die gingen eigenlijk over die inkantelingsoperatie, de hele inkantelingsoperatie. Die vraag, die stel ik mij ook, maar daar moeten we geen extra onderzoek meer over doen. Die onderzoeksvraag zit dan ook niet meer in mijn motie vervat, meneer Van den Heuvel. Dus het onderzoek van het Rekenhof waar u naar verwees, heeft op geen enkele manier betrekking op mijn vraag hier in deze motie. Een tweede onderzoek waar u naar verwees, en dat vind ik toch wel eigenlijk een beetje ironisch, en dat u daarmee schermt, daar moest ik bijna mee lachen, is het inderdaad het onderzoek van de administratie over de evaluatie van het financieringsdecreet. U weet, we hebben een nieuw financieringsdecreet gestemd in 2008. Meneer Van Dijk, u was er toen al bij, nog onder Van den Broeke. Dat nieuwe financieringsdecreet, dat ten dele gebaseerd is op die fameuze outputfinanciering, daar is veel discussie over geweest. Dat is het voorwerp geweest van een groot debat. En dat is uiteindelijk goedgekeurd, maar daar waren toch een aantal voorwaarden ook in ingeschreven. Onder andere die evaluatie, die decretaal verankerd was. Die evaluatie, houd u vast, die moest klaar zijn aanvankelijk eerst op 1 januari 2014. U weet dat, hè? Meneer Van den Heuvel ook. Die evaluatie is er toen niet gekomen. Dan zou die evaluatie klaar zijn in mei 2014. Die evaluatie was niet klaar in mei 2014. Dan zou die evaluatie klaar zijn op 30 juni 2014. Die evaluatie was niet klaar op 30 juni 2014. Het is nog steeds wachten, meneer Van den Heuvel, op die evaluatie door de administratie waar u naar verwees en waardoor u vond dat mijn motie overbodig was. Omdat die evaluatie loopt, zei u. Maar het is een publiek geheim dat die evaluatie niet zo vlot loopt, meneer Van den Heuvel, dat wij daar al zeer lang zitten op te wachten en dat die er nog altijd niet gekomen is. Ook de onderzoeksvragen van die evaluatie die door de administratie gebeurt, zijn beperkt. We kennen die onderzoeksvragen, want die zijn verankerd in het decreet. Daar staan een aantal vragen die best interessant zijn, vind ik ook. Onder andere de impact van de outputfinanciering op de uitstroom van studenten, maar eerst de eerste onderzoeksvraag inderdaad. De impact van de verschillende financieringstromen op de instroom, de doorstroom en de uitstroom van studenten, meer in het bijzonder van de studenten uit ondervertegenwoordigde groepen. Dus ook daar een nadruk op diversiteit, broodnodig, een nadruk op die studenten uit sociaal minder behoede milieus, die we nu met ons universiteiten en hogescholen en ons hoger onderwijs absoluut niet goed bereiken. Daar is een recente OESO-studie over geweest, u weet dat ook, u heeft dat ongetwijfeld gevolgd, die aantoonde dat studenten uit behoede milieus met hoger opgeleide ouders 6 keer meer kans hebben om toegelaten te worden, of om het te maken en om door te stromen naar het hoger onderwijs, om het zo te zeggen, dan kinderen van lager opgeleide ouders. Wat zien we interessant? In landen met lage of geen inschrijvingsgelden wordt die kloof grotendeels toegereden. Scandinavische landen bijvoorbeeld, daarbij heb je een pak meer studenten uit sociaal minder gegoede milieus van ouders die lager opgeleid zijn, die toch doorstromen naar het hoger onderwijs. In die landen, zoals de Verenigde Staten en Engeland, waar je nog hogere inschrijvingsgelden hebt, is het nog moeilijker en scoren kinderen uit minder goede milieus nog slechter. Wat doen wij? Zonder de evaluatie van de administratie af te wachten, beslissen om de inschrijvingsgelden te verhogen en dus de democratisering een stukje teniet te doen. Nochtans blijft het de bedoeling van het decreet en was het ook wel de bedoeling om die ondervertegenwoordigde groepen beter te laten doorstromen en te onderzoeken hoe we dat kunnen doen. Maar u wacht dus die evaluatie niet eens af, die al lang moest klaar zijn, en u zegt we gaan de inschrijvingsgelden verhogen. Meer nog, u neemt nog een beslissing, want ik heb het programmadecreet gezien dat jullie vrijdag hebben goedgekeurd op de Vlaamse regering. En ik viel bijna achterover. Wat zien we? Verhoging van de inschrijvingsgelden. Wat zien we nog? Het aanmoedigingsfonds stond ook in het decreet. En daardoor is het decreet op de financiering van de hogescholen en universiteiten er ook doorgekomen. Omdat er daar een aanmoedigingsfonds in ingeschreven stond. In dat aanmoedigingsfonds was ook de bedoeling om
ervoor te zorgen dat we een betere democratisering krijgen, dat die groepen die het moeilijk hebben, dat die beter doorstromen. Dat aanmoedigingsfonds, daar zijn al veel vragen over gesteld in de commissie, onder andere door mevrouw Helzen, die daar in 2013 een zeer interessante vraag over gesteld heeft aan Pascal Smet. Die zei, er is een bewijs dat dat aanmoedigingsfonds eigenlijk de bewustwording rond diversiteit, rond doorstroom, rond begeleiding van studenten, dat dat nuttig is geweest. We moeten dat verder zetten, zegt mevrouw Helzen. Wat zijn uw plannen, minister Smet? We moeten dat structureel verankeren. Dat aanmoedigingsfonds, dat is belangrijk. Een goede vraag, ik heb het hier mee, mevrouw Helzen. U was daar voorstander van. Wat blijkt? Dat aanmoedigingsfonds in het programmadecreet wordt zomaar geschrapt. Die middelen die gaan in de basisfinanciering, worden die opgenomen. Maar doelstellingen naar doorstroom van kansengroepen, naar diversiteit in onze hogescholen en universiteiten, waar we zo slecht slagen, ik zie het niet. Ik heb het niet gezien en ik sta me daar grote vragen bij. Nog iets waarvan ik achterover viel, als ik dat programmadecreet bekijk. Dus we hebben al de verhoging van de inschrijvingsgelden, de schrapping van de aanmoedigingsfondsen, de studentenvoorzieningen. Een decreet goedgekeurd in 2012, waarbij dat we een groeipad voorzien voor onze studentenvoorzieningen. Die studentenvoorzieningen die er ook zijn om studenten uit moeilijke groepen die het anders niet maken, die onder extra ondersteuning nodig hebben aan onze universiteiten en hogescholen, om die verder te ondersteunen. Wat zie ik daar staan in dat programmadecreet? Een besparing van 5% op de studentenvoorzieningen, een niet-indexering van de werkingsmiddelen en dan nog een keer een schrapping van het groeipad, goedgekeurd in het decreet van 2012. 1,5 miljoen dat je daar ook op gaat besparen. Dat zijn 3 maatregelen die grondig ingrijpen op de financiering van hogescholen en universiteiten, grondig ingrijpen op een manier die volgens mij de democratisering teniet doet. En dat keurt de CD&V goed. En de CD&V zegt dan nog een keer van, kijk, we gaan de evaluatie van het decreet niet eens afwachten. Meer nog, we vinden eigenlijk dat een verder onderzoek niet nodig is, alhoewel dat we wel beseffen dat het niet goed zit, want ook daar zijn al veel vragen over gesteld, met de huidige evaluatie die door de administratie wordt gedaan. Dus, meneer Van den Heuvel, uw 2 argumenten van vorige week. 1, het wordt door het rekenen of onderzocht. Houd geen steek, want dat ging over de inkanteling. 2, er loopt een evaluatie binnen de administratie. Ja, maar dat is de processie van Achternach en daar wachten we nu al een eeuwigheid op. En de onderzoeksvragen komen niet overeen met de onderzoeksvragen in mijn motie. Dus ik zie geen enkel argument meer, meneer Van den Heuvel, om mijn motie niet goed te keuren, om toch te gaan naar een objectivering van die financieringstromen binnen onze hogescholen en universiteiten, om op die manier eindelijk een broodnodig goed beleid te kunnen voeren wat de financiering van ons universiteiten en hogescholen betreft. En ik zou er dan echt op aandringen. Allee, dit is geen politieke discussie, dat gaat niet over ideologie. Dat is gewoon een zeer pragmatische vraag naar een objectivering van de cijfers aan het rekenhof. En ik vraag mij af, wie kan daar nu tegen zijn? De spreektijd was nog lang niet om. Meneer Van Dijk. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga vanop mijn plaats even volgende bemerking formuleren. Mevrouw Meuleman die stelt hier een hele reeks vragen voor aan het Rekenhof. Met de bedoeling, dacht ik, dat was vorige week toch de hoogdringendheid, om dat te kunnen implementeren, om dat te kunnen gebruiken met het oog op begroting 2015. Dat heb ik in haar betoog heden niet meer gehoord. Er zijn ook een aantal vragen waar ik me toch wel de vraag stel of die aan het Rekenhof moeten gesteld worden. De vraag hoe dat je gebouwen multifunctioneel kunt inzetten. Mijn zinziens zijn dat geen budgettaire zaken, zijn dat geen rekeningen, zijn dat geen betalingen, maar gaat dat over een ordentelijk gebruik van een patrimonium. Maar in zonder mevrouw Meuleman, en ik vind dat je daar inderdaad toch wel ook naar de collega Van den Heuvel nogal licht overheen gaat. Het financieringsdecreet is een belangrijk decreet. En wanneer die doorlichting of de evaluatie daarvan even op zich zal laten wachten, dan ga ik er ook vanuit dat dat te maken heeft met een aantal complexiteiten ter zake. En ik wil er inderdaad geen politiek spel mee spelen. Maar ik denk dat wij heel aandachtig naar die evaluatie moeten kijken om daar een aantal gevolgtrekkingen uit te trekken. En dat is dan ook het standpunt van mijn fractie,
dat wij de evaluatie van dit financieringsdecreet, dat ook enorm vele sterke elementen bevat, zaken ook die ons vanuit het buitenland voor een stuk erg gewaardeerd werden, de manier waarop we die financiering aanpakten, met een onderwijsluik, met een onderzoeksluik, met het kliksysteem dat erin verwerkt is, maar dat we ten gronde die evaluatie doen alvorens verder te werken. Dank u. Gaat u er nu op reageren? Of? Ja, meneer Van Dijk, een aantal dingen. Wat die gebouwen betreft, ik denk dat dat wel een nuttige vraag is aan het Rekenhof. Als het gaat over de rationalisatie en de middelen die je zou kunnen uitsparen en de manier waarom je je middelen efficiënter zou kunnen inzetten door bijvoorbeeld verder te rationaliseren en door hogescholen en universiteiten die allemaal in dezelfde stad zich bevinden, als die zouden samenwerken en gebruik maken van elkaars labo's en technische ruimtes en instrumenten, dan kan het Rekenhof toch uitrekenen en bekijken wat dat aan efficiëntiewinsten zou kunnen betekenen. Dus ik denk dat dat een zinvolle en nuttige onderzoeksvraag is. Ten tweede, u zegt, ja, vorige week was het oogdringend. Nee, vorige week hebben wij gevraagd om de agenda te wijzigen om het erop te zetten. U heeft dat geweigerd. Ik vraag het nu nog. Het zou misschien een illusie geweest zijn om te denken dat het Rekenhof zou klaar zijn voordat het programma decreet klaar was. Maar ik denk, hoe sneller, hoe liever dat we met zo'n evaluatie starten. U heeft duidelijk ook niet gewacht op de evaluatie van de administratie. Toch denk ik dat in het licht van beslissingen voor de rest van de legislatuur zo'n onderzoek nog altijd dringend blijft. U zegt, men kijkt vanuit het buitenland naar een aantal systemen die wij hebben ingevoerd, zoals het kliksysteem. Net daar stel ik mij serieuze vragen bij. Enerzijds omdat het kliksysteem het aantal leerlingen en de toename van het aantal studenten absoluut niet is gevolgd. De studenten zijn in groot aantal toegenomen. Soms zag je een toename van 3,5% bijvoorbeeld, en het kliksysteem werkt altijd maar per 2%. Dus dan zag je dat daar toch wel een groot verschil op zag en dat het kliksysteem te weinig volgde. Het loopt ook achterop, het kliksysteem. En wat beslist u? Net om uw kliksysteem niet te laten doorgaan in de periode 2015-2016, maar om een klik over te slaan. Dus nog een extra besparing zonder een evaluatie af te wachten. En terwijl u hier nu uw systeem zo zit te verdedigen en zegt van kijk, ze komen daar naar het buitenland naar kijken en we zijn daar zo fier op, toch gaat u zo'n klik overslaan in deze legislatuur. Ja, dat betekent een extra probleem, denk ik, voor universiteiten en hogescholen. Dus die geeft mij nog een bijkomend argument om zeker die financiering verder te onderzoeken. Meneer Diependalen. Ja, meneer de voorzitter, heel kort. Ik wil op het eerste punt nog even tussenkomen, mevrouw Meuleman. Ik vraag me af of u eigenlijk ooit een rapport van het Rekenhof gelezen hebt. Want het is niet zo dat u de vraag kan stellen, wat zijn nieuwe mogelijkheden? Ja, luister even. Wat zijn nieuwe mogelijkheden om infrastructuur multifunctioneel te gebruiken? Dat lijkt mij een technische vraag, waar je inderdaad met mensen op het terrein moet gaan praten, wat dat die nieuwe mogelijkheden zijn. Maar het Rekenhof gaat daar geen uitspraak over doen. Dat nee, is niet aan hen. Mevrouw Meuleman, mag ik even? Ik had nog het woord. Dat is niet, aan hen om daar uitspraken over te doen. Eventueel kan wel natuurlijk, eens u die mogelijkheden hebt, kan u laten narekenen wat daar eventueel de opbrengsten van zijn. Ja. Maar wat zijn die nieuwe mogelijkheden? Dat gaat het Rekenhof nooit op. Dat is inderdaad geen optimale formulering, meneer Diependalen. Maar u weet natuurlijk wat ik bedoel. Ik ga niet vragen aan het Rekenhof om eens een gesprek te voeren met de universiteit om te bekijken wat de nieuwe mogelijkheden zijn voor het gebruik van infrastructuur. Dat bedoel ik niet. Dat kunnen we inderdaad ook doen, maar dat moet het Rekenhof niet doen. Daar ben ik mij van bewust. Wel wat de financiële gevolgen van een efficiënte ruimtegebruik zouden kunnen zijn, ben ik van overtuigd dat het Rekenhof dat wel kan berekenen. Nu, voel u vrij, meneer Diependalen, als u hier en daar nog bedenkingen heeft bij bepaalde formuleringen in mijn motie, om die lichtjes te amenderen. Ik heb daar zeker geen probleem mee en ik wil die aanpassen als dat er kan voor zorgen dat u dan toch ingaat op mijn vragen. Misschien, collega's, ter aanvulling, mevrouw Meuleman heeft vorige week gevraagd om dat aan de agenda toe te voegen. Die heeft geen beroep gedaan op de hoogdringendheid, hè? Vorige week. Was een punt. Ze wilde een punt toevoegen aan agenda, maar dat was geen hoogdringendheid vorige week. Meneer De Plotter. Ja, voorzitter. Meneer Van Dijk. Nee, maar ik dacht dat er vorige week wel verwezen werd naar begrotingsopmaak 2015. Nee, het was in het gewoon betoog van mevrouw toevoegen aan de agenda. Meneer De Plotter, alstublieft. Ja, dank u, meneer De Voorzitter. Mevrouw Meuleman, ik ben een believer van het Rekenhof en ik denk dat het altijd nuttig kan zijn om vragen te stellen aan het Rekenhof
dat vragen aan het Rekenhof, rapporten van het Rekenhof een effectief controlemiddel kunnen zijn die het parlement nuttig kan gebruiken. Maar we moeten ons de vraag stellen wat de meerwaarde is en wat de kosten en de baten zijn. En in dit geval, en collega Van Dijk heeft er al naar verwezen, er is inderdaad nog een onderzoek lopende, een onderzoek dat, zoals u zelf aangeeft, eigenlijk al had moeten klaar zijn, maar gelet op de complexiteit van het een en het ander zal dat wel de nodige vertraging met zich mee hebben gebracht. Dus in dit geval zie ik eigenlijk de meerwaarde van een extra onderzoek door het Rekenhof niet, gelet op het feit dat er nog een onderzoek lopende is. En minister, de toenmalige minister van Onderwijs, meneer Smet, heeft vorig jaar ongeveer deze periode in de commissie geantwoord en wat meer duiding gegeven bij het lopende onderzoek. En daarin heeft hij toch gesteld dat de beleidsevaluatie die gebeurt bijzonder breed is en dat er ook een grote betrokkenheid is van heel wat actoren. En ik heb dat een keer opgezocht. Het gaat over een evaluatie met de rol weggelegd voor de stuurgroep hoger onderwijs, waarbij een begeleidingscommissie is toegevoegd, de VLUR en de studentenvertegenwoordigers. Er zijn klankbordgroepen. Er komt een analyse van instroom, doorstroom en uitstroom van studenten hoger onderwijs. De financiering van het onderzoek via onderwijs wordt onderzocht. De transparantie van het huidige financieringsmodel. Dat zijn allemaal zaken die in het onderzoek aan bod komen. Dus als het klopt, en wie ben ik om te twijfelen aan de woorden van de vorige minister, als het klopt dat de beleidsevaluatie zo breed is en dat er ook wel heel wat betrokkenheid is van heel wat actoren, dan loont het volgens mij de moeite om de eindrapportering af te wachten vooraleer we opnieuw aan een nieuwe doorlichting, aan een nieuw onderzoek beginnen. Zeker gelet op het feit, en ik denk dat universiteiten en hogescholen dat zullen bevestigen, dat zo'n doorlichting en een onderzoek ook heel wat administratieve lasten en procedures met zich meebrengt voor die instellingen die onderzocht worden. En ik denk dus dat we beter het ene afwachten vooraleer we aan het andere beginnen. Dank u wel. Mevrouw Heltje. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw Meuleman, u hebt verwezen naar een vraag die ik vorige legislatuur gesteld heb in de commissie. En u hebt ook weergegeven wat mijn reactie geweest is op dat moment. Nu, ik heb het verslag van de commissievergadering daarbij genomen en ik wil toch wel heel duidelijk stellen dat de manier waarop dat u mij citeert niet correct is. Ik heb vragen gesteld aan de minister en collega De Potter verwijst net naar het antwoord dat de minister gegeven heeft. Hij heeft een zeer uitgebreid antwoord gegeven waarin hij alle elementen opgenomen heeft van de onderzoeken die lopende zijn, waar duidelijk blijkt dat er heel wat informatie op ons afkomt. En de reactie die ik daarop gegeven heb, is een reactie die naar voren gekomen is in het advies van de VLOR. En verder heb ik gewoon gezegd dat de zeer uitgebreide informatie die de minister gegeven heeft, de moeite is om door te nemen. En dat wij in blijde verwachting zijn van de resultaten van de rapporten. Maar ik heb daarbij geen persoonlijke mening gegeven over het aanmoedigingsfonds. Dus ik vind het toch wel belangrijk om dat hier correct te stellen. Om helemaal met u nu op reageren. Wel, ja, het is maar een kwestie van door welke bril dat je een aantal zaken leest, denk ik, mevrouw Helzen. Ik heb hier ook het verslag voor mij. De evaluatie maakte wel duidelijk dat door het inzetten van de middelen uit het aanmoedigingsfonds een dynamiek in zaken diversiteit is ontstaan of geïntensifieerd binnen het hoger onderwijs, wat heel positief is, zegt u letterlijk. Dus daaruit mag ik... Is het moeilijk voor mij om af te leiden dat u een voorstander bent voor het schrappen van het aanmoedigingsfonds zoals dat nu gebeurt? Neem mij niet kwalijk dat ik dat er niet in lees, mevrouw Helzen. Wacht u even, mevrouw, want er zijn nog tussenkomsten. Mevrouw Soens. Ik wil me aansluiten bij de toelichting van mevrouw Meuleman. Het kan absoluut niet dat besparingen op hoger onderwijs, als er al bespaard moet worden op onderwijs te koer, dat een verhoging van het inschrijvingsgeld of een vermindering van de kwaliteit van ons onderwijs inhoudt. Ik wil daarbij toevoegen dat met de besparing op de sociale toelages opnieuw de meest kwetsbare studenten worden getroffen. De doorlichting van het Rekenhof kan daarom een goed middel zijn om na te gaan of de middelen efficiënter kunnen ingezet worden zonder dat er aan kwaliteit of aan democratisering van ons onderwijs wordt ingeboet. Dank u. Okay. Ja, voorzitter, heel kort, al is het maar om onze stem, die wij zo dadelijk geacht worden uit te brengen, om die te verklaren.
We hebben in dit parlement een voorzitter die er voorstander van is om het Rekenhof zoveel mogelijk bij onze werking te betrekken. En dat betekent hoegenaamd niet uiteraard dat we dat te pas en te onpas telkens opnieuw moeten inroepen. Maar ik denk dat er in deze voldoende objectieve redenen zijn om het Rekenhof een antwoord te laten formuleren op minstens een aantal in deze motie terechtgestelde vragen. En indien er over de formulering van een aantal andere vragen bedenkingen zijn vanuit de meerderheid, dan staat het hen natuurlijk vrij om die te amenderen, om die te wijzigen. Maar het principe om het Rekenhof in deze te vatten, willen wij zeker ondersteunen. Goed, dankjewel. Vraagt hierover nog iemand het woord? Nee? Dan... Dames en heren, voordat ik overga tot de stemming, er is hier om 17 uur is hier een netwerkevenement met topambtenaren. Er zijn dus 44 topambtenaren die dus naar het parlement toe komen. Er hebben zich 44 volksvertegenwoordigers ingeschreven. Ik hoop dat die alle 44 ook aanwezig zijn. Topambtenaren. Nee, maar er zijn mensen die zich inschrijven. Dat was deze morgen, deze middag was de minister-president hier om een toelichting te geven bij de structuur van de Vlaamse administratie. Er zijn een aantal mensen die schrijven zich in en die zijn niet aanwezig. Dus bij deze een warme oproep van degenen die zich vandaag ingeschreven hebben, dat die om 17 uur aanwezig zijn. Want ik vind het aanbod wat wij krijgen van de Vlaamse administratie is zeker voor een aantal van ons interessant om kennis te maken met. Mogen we dan overgaan tot aan de orde, dames en heren, is nu de hoofdelijke stemming voor de moties van de dames Elisabeth Meuleman en Elke van den Brand tot onderzoek door het Rekenhof naar de financiering van het hoger onderwijs. Begin van de stemming. Leden hebben deelgenomen, 27 leden hebben ja geantwoord, 79 leden hebben nee geantwoord, geen enkel lid heeft zich onthouden. Dientengevolge neemt het Vlaams parlement de motie niet aan. Dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag. We komen opnieuw bijeen op woensdag 15 oktober 2014 om 14 uur. De vergadering is gesloten en ik hoop een aantal van u te zien in de zuilenzaal.